Ben jij iets te soeverein gegaan en staat de deurwaarder aan je huis te kloppen? Jurist aan huis. Is de aarde plat en heb je geschillen met je waterpasleveranciers? Jurist aan huis. Of heb je iets te lang bij een pro-Palestina-protest met een sjaal omgelopen en wil Hamas nu je huis niet uit? Jurist aan huis. Neem deze week nog contact op via de website en geniet van een mooie korting. Klik op de link onder in de beschrijving en regel je eigen jurist aan huis. Beste luisteraars. In poppenkastafleveringen worden niet geknipt. Dit is iets wat je van mij mag verwachten. Helaas moet ik mededelen dat ik na 168 afleveringen toch genoodzaakt ben om een knip te zetten. In overleg met mijn gast heb ik ongeveer 20 minuten weggeknipt. We hebben afgesproken op een later moment de weggeknipte onderwerpen uitgebreider te bespreken. De knip staat aangegeven met een piep. Bedankt voor het begrip en veel plezier met de aflevering. Welkom bij podcast nummer 169. Vandaag zit ik hier met Sanna Orci. Zeg ik het goed zo? Bijna. Oh nee, toch? Bijna. Sta je dan zonder doel, zonder ziel? Ene hand je spullen, de andere je pil. Te kijken hoe het staat te bezwijken. Samenleving, maatschappij, politiek. In paniek, je ideologie. Haaks op de techniek. Klagen over de toekomst, over wat je toekomt. Met een telefoon gemaakt van crypto. Night after night, geplakt aan een scherm. Doen scrolling, gedoemd om te scrollen. Komen tot de kern? Nee. Dan maar weer een oorlog tussen Joden en Hamas. Hey. Senna? Senna. Orci. Oké, ja. Ja, want het is A-E. Klopt. En dus, want ik zit dan altijd in mijn hoofd van, is het nou Sané, Sana? Ja, dat heb ik all of my life. Ja, ja. Standaard. Je moet gewoon de E gewoon vergeten, zeg maar. Het is eigenlijk een vertaling vanuit het Arabisch. Oké. Okay. En ja, die A-E staat eigenlijk voor de Sané. Dat is wat je zegt in het Arabisch, Sané. Dus die A-E is een klank, Okay. Maar je zegt gewoon, op zijn Hollands, zeg je gewoon Senna. Senna, oké. Okay. Ja. We mogen het gewoon lekker Hollands uitspreken. Ja, lekker simpel. Ja, want je hebt Marokkaanse roots. Dat mag duidelijk zijn toch wat dingen van, nou ja, vooral ook van de podcast waar je het over hebt gehad. Natuurlijk Marcouche ook gehad en zo. Daar heb ik ook duidelijk erover heb gehad. We willen er nog wel even over praten, maar... Vond wel leuk om heel even, we hadden het heel even snel hierover en zo. Je zei van, je zus die komt normaal uit Marrakesh. Je was nu in Nederland, denk lekker in de buurt, kom je hier langs. Ik ben ook een keer naar Marrakesh geweest. En dat was toch wel, ja, dat was een hele andere universum. Wereld, hè? Ja. Ja. Wat vond je? Hoe heb je het ervaren? Ja, ik heb het positief ervaren in de zin van, ik moet vaker andere dingen zien. Hè? Dus ik kwam echt terug een beetje gedesillusioneerd van, oh shit, het is een hele andere wereld daar. Een hele andere manier van omgaan en gewoon alles een beetje kriskras door elkaar en zo. Ik zelf hou er wel van, een beetje chaos. Af en toe ja, ook iets meer chaos, ja. Ja, ik word soms een beetje prikkelig van alle orde hier, zeg maar. Alles binnen de lijntjes en helemaal uitgestippeld en bordjes en aangegeven. Ja. En, ja. Nou, ik denk dat die afwisseling wel heel, heel fijn is, hoor. Dat je af en toe chaos kan opzoeken en hier dan orde en overzicht hebt. Mijn zus die is dus één dag terug en ze zegt toen meteen, ik vind het zo lekker dat er gewoon even overzicht is. Mm. Iedereen houdt zich aan de regels op de weg. Het is lekker rustig op de weg. Er is niet zoveel chaos. Je hoeft niet te veel na te denken. In een drukke stad als Marrakesh heb je niet alleen je ogen hiervoor nodig, maar ook achteren, hier op je hoofd, aan de zijkant. Je moet continu om je heen kijken, omdat er gewoon zoveel gebeurt. Het is gewoon echt een hele drukke stad. Ja. Het is een prachtige stad, maar wel heel druk. Ja, het is op een of andere manier wel interessant, want ik zit hier al heel veel in Nederland, ben hier in Nederland, vind heel veel van Nederland. En dan ga je inderdaad eruit en dan kan je pas echt een mening vormen van, wat is Nederland nu op deze manier? Klopt. Ja. Ja, ik denk dat het goed is hoor, om vergelijkingsmateriaal te hebben. Want ik heb ook echt een hele lange fase in een tijd in mijn leven gehad dat ik heel kritisch was op Nederland. Mm. Ik dacht van, alles is zo vastgeroest en alles moet volgens de norm, wat dan is uitgestippeld voor je. Maar hoeveel ik ook reis, we hebben het in Nederland echt wel heel goed hoor. Als ik ook gewoon kijk en vergelijk met andere landen. We hebben het in Nederland wel heel goed. Ja. Ik ben laatst bijvoorbeeld in Dubai geweest. En ik vind het echt heel indrukwekkend om te zien hoe ze eigenlijk uit niets zo'n prachtig
maatschappij hebben gecreëerd. Gewoon al die gebouwen en ja, alles super deluxe. Heel indrukwekkend. Het ziet er heel utopisch uit bijna. Ja, heel apart. Gewoon futuristisch ook. Ja. Ik heb er ook gewoon dingen gezien qua techniek. Wat echt ver vooruit loopt op wat we hier hebben. En het is heel veilig. Dus als vrouw kan je er heel makkelijk over straat. En ik heb me nul keer zorgen hoeven te maken. Of weet je, of ik misschien beroofd word of wat dan ook. Wat me in Amsterdam echt wel meerdere keren is overkomen. Maar dan heb je in Dubai bijvoorbeeld ook alweer dat je niet zomaar alles kan zeggen op social media. Mm. Er is maar heel weinig ruimte voor vrijheid van meningsuiting. En dan kunnen we in Nederland nog best wel veel. Alhoewel het hier natuurlijk ook steeds erger wordt. Ja, het is wel apart inderdaad. Dat is nu, we hebben altijd heel veel kritiek op bijvoorbeeld landen zoals Saudi-Arabië en zo. Waarbij inderdaad, en dan vieren we onze eigen vrijheid van meningsuiting zo hoog. En dat nu inderdaad allemaal, lijkt bijna wel alsof ze de boel aan het recht trekken zijn overal of zo. Ja, en ja, het is natuurlijk, je kan landen nooit helemaal vergelijken met elkaar. Want we hebben hier een vorm van vrijheid, maar daar heb je een hele andere vorm van vrijheid. Maar dus, wat is dat dan? Die, Nou ja, bijvoorbeeld vrouwen. Ik kom natuurlijk uit een gemeenschap waar vrouwen zich ook sluieren. Mm-hmm. En daar heb je de vrijheid om je te sluieren. Dat heb je hier in Nederland minder. Hier word je er sneller op aangekeken. Ik heb natuurlijk mensen in mijn familie die op een gegeven moment dachten van, nou weet je wat, ik wil ervoor kiezen om gesluierd door het leven te gaan. En de weerstand die ze dan krijgen vanuit de mensen om hen heen of collega's op werk en mensen die dan meteen projecteren van, oh, is dit wel jouw eigen keus? Oh, jij bent vast onderdrukt. Ja, dus allerlei projecties. Denk, ja, dus je hebt niet helemaal de vrijheid om te zien, om te zijn wie je bent of wie je wil zijn. Tenzij het de vrijheid is die je is opgelegd volgens de Nederlandse normen. Dat is wel een hele grappige manier om er tegenaan te kijken inderdaad. Ja, de vrijheid om je te sluieren. Dat is bijna een, zoals wij als, vooral helemaal als je hier in de politiek, de mensen die kritiek op hebben, er tegenaan kijken, dan is een vrijheid van sluieren is bijna niet eens optioneel. Want het is ten alle tijden is het opgelegd of zo. Precies. Hoe kan je nou jezelf willen sluieren? Inderdaad. Ja. Dus die projecteren dan natuurlijk altijd dat het komt vanuit een vorm van onderdrukking of wat dan ook. Hoe zou je dat kunnen uitleggen aan bijvoorbeeld aan iemand zoals ik die niet kan voorstellen van, oh, iemand zou vrijwillig gesluierd willen zijn? Wat zou je hier in Nederland eraan hebben om jezelf te sluieren? Nou, ik ga het lekker heel zwart-wit doen. Jij bent een man en je bent wit. Ja. Oké, okay? Ja, je bent geen vrouw en je bent niet zoals ik. Ze zeggen het, ja. Dus ondanks dat ik in deze fase van mijn leven er niet voor zou kiezen, snap ik heel goed wat de struggles zijn van heel veel vrouwen. Je wordt als vrouw best wel uitgekleed door mannen met de ogen. Dus ik kan me voorstellen dat sommige vrouwen het prettiger vinden wanneer ze gewoon, nou ja, iets meer onder een deken zitten van bescherming. Een laag van bescherming. En daarmee het gevoel hebben dat ze niet uitgekleed worden door andere mannen in dit geval. Mm. Dus dat snap ik heel goed. En het is natuurlijk gewoon een andere cultuur. Dus of je het nou begrijpt of niet als blanke man, als je staat voor vrijheid, moet je staan voor alle vormen van vrijheid. Dus als iemand kiest om gesluierd door het leven te gaan, moet je dat accepteren. Ja. Nou ja, de prikkende ogen van wellustige mannen kan ik me wel iets inbeelden. Al natuurlijk niet als vrouw zijnde. Dus dat onveilige gevoel zou ik niet snel ervaren. Maar een beetje empathie kan me er wel in voorstellen dat je natuurlijk, en ik heb veel verhalen gehoord van vrouwen, Nederlandse, Hollandse vrouwen die nooit over sluiering hebben nagedacht, maar vaak zat praten over bekeken worden, inderdaad uitgekleed worden, mannen die ze zitten lastig te vallen of allerlei insinuaties doen of zo. Dat probleem is reëel. Heel vaak zeggen ze ook wel eens in Nederland van, oh ja, maar dat is dan in Arabië en die mannen daar zijn barbaren. Hè? En daarom is dat daar right. Nodig. Ja, heb je daar, zie je ook verschil tussen mannen, zeg maar, van daar en hier? Of is dat gewoon eigenlijk, zijn we overal in de wereld hetzelfde? Of in ieder geval in die twee plekken? Ik denk dat we dat aan mannen zelf moeten vragen. Maar mijn ervaring is dat het niet uitmaakt of je blank bent, donker, Marokkaans, Chinees. Een man is een man. En een man heeft testosteron. En een man heeft gewoon een bepaalde blik op vrouwen. En dat zal natuurlijk niet alle mannen zijn. Want er zijn ook gewoon mannen die daar wel heel anders mee omgaan. Maar
Het zou misschien op een iets andere manier geuit kunnen worden of zo. Maar ik kan me voorstellen dat het in de kern dezelfde lustige mannelijke gedachten zijn en zo. Ja, en ik heb wel het idee dat hoe warmer het land, hoe warmer het bloed. Ja. Volgens mij was er laatst inderdaad op de radio ook iets over. Dat inderdaad de verhoogde temperatuur ook allerlei libido's dingen. En natuurlijk, ja. Dan wat schaarster gekleed, maar behalve als je in Arabische landen bent, dan heb je dat wat minder natuurlijk. Dan is in ieder geval de kleding wel modest. Is dat voor mannen dan ook? Zijn mannen dan ook meer afgekleed? Of nou is ja, dat... als ik het gewoon even vergelijk met Dubai, ja. Daar heb je gewoon zwart-wit. Vrouwen vaak in het zwart en mannen in het wit. Letterlijk heel zwart-wit. Ja, letterlijk heel zwart-wit. En dat is inderdaad een lang gewaad. Ja, maar super comfortabel, hè, als je in zo'n land bent. Het waait lekker door allemaal. Het zit niet zo op je lijf. Dus je kleedt je ook gewoon naar je omgeving. Kleding is natuurlijk ook gewoon aanpassen aan je omgeving. Ja, ik heb toen ik in Marrakesh was, heb ik ook zoiets dergelijks aangehad. Dat was ook vooral die stof en zo, met dat hele dunne katoen en zo. En... het is inderdaad heel comfortabel. Je zit niet met inderdaad allerlei kleding bijna op je lichaam geplakt, zeg maar. Wat we vaak nu hebben. Ja. Maar als je dus naar Dubai gaat, moet je je daar dan ook conformeren aan hun standaard daar? Is dat dan ook dat we als gasten daar ook in gewaad en zo moeten en dergelijke hoofden? Nee, in Dubai niet. Nee. Ja, en Marokko, waar ik zelf vandaan kom, ook niet. Oké. Maar ik denk dat natuurlijk wel... Kijk, je moet dat zelf aanvoelen. Ik heb bijvoorbeeld bepaalde plekken gehad in Marokko... waar ik dan over straat loop en voel van... Ik pas niet helemaal thuis met wat ik nu aan heb. Ik ben niet aangepast om een omgeving. En natuurlijk kan je er dan gewoon voor kiezen om door het leven te gaan zoals je dat zelf wil. Maar ik voel me er altijd prettig bij als ik pas in de omgeving. Dus ik pas me sowieso sneller aan... met mijn kleding of met mijn gedrag. Ja. Als ik... kijk, ik heb dat in Dubai niet gedaan... want ik ging niet naar plekken waar dat moest. Weet je, waar ik voelde dat ik me moest aanpassen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad... dat ik in het noorden van Marokko naar een stad ging. Lugusimak was voor mij voor het eerst. En ik ging gewoon in mijn jurkje naar buiten. En ik voelde gewoon van... ik ben echt de enige die hier zo rondloopt. En ik voelde me daar dus niet comfortabel bij. Ja. Dus ik ging terug om me om te kleden. Want het gaat er uiteindelijk om bij hoe je je voelt. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je inderdaad als enige die je dan tegen de norm ingaat. Het is wel, dan moet je zin in hebben, zeg maar. Ja, inderdaad. En dat is dan precies misschien het tegenovergestelde als hier. Als je hier zeg maar een full burka gaat, dan ben je eigenlijk de enige die dat aan het doen bent. Ja. Als je door een winkelstraat hier gaat lopen in een volledig afgesloten gewaad, dan ga je ook wel wat ogen pakken hier precies, in Nederland. Ja. Precies. Dus ja, hoeveel vrijheid is er dan werkelijk in Nederland? Ik vraag me dan af, zeg maar. Hè? Want dat is dan het stomme. Dan draag je hier naar het volledig gewaad om niet uitgekleed te worden. En dan ben je juist of het middelpunt. Of om andere redenen. Want het is natuurlijk ook religieuze redenen. Wat vaak hier in Nederland... Ja, heeft daar natuurlijk een andere reden voor. Ja. Maar ik vind van wat jouw reden ook is... dat je de vrijheid zou moeten krijgen om dat dan ook te doen. Ja. Om dat uit te leven op die manier. Ik had natuurlijk niet verwacht dat... je hebt natuurlijk niet onder controle hoe mensen erop reageren en zo. Zeker niet. Ja. Nee. En we leven in Nederland, of we het nou willen of niet, leven nou eenmaal gewoon in een klimaat waarbij er ook heel veel... er zijn gewoon beelden over dat soort kleding. Mm. Op het moment dat je het draagt, dan krijg je gewoon te maken met projecties. Ja. Van, die is streng islamitisch. Of, die wordt onderdrukt. Of, zelfs associaties met terrorisme. Dus dat zit er gewoon in. Ja, we zijn goed gehersenspoeld met z'n allen in een bepaald beeld te krijgen rondom islam, zeg maar. Het is, ik denk daar wel heel vaak aan terug, hoor. Die hele periode, dat is natuurlijk een beetje richting 9-11 en al dat soort zaken. Dat daarna die motor, die anti-islam motor, dat staat mij echt heel goed in het geheugen. Ik ook gewoon hoe ze terrorisme hebben geïntroduceerd, het woord. En inmiddels, zeg maar, toen eigenlijk op één hele bevolkingsgroep of eigenlijk één hele religie hebben geplakt en inmiddels bijna zo breed hebben getrokken dat iedereen een terrorist kan zijn.
Dus het stomme is, zeg maar, dat iedereen die dan toen juichte onder van... Oh jee, dan worden we veiliger van. Nu uiteindelijk zelf in het vizier staat. Maar dat is hoe ze het vaak ook doen, hè? Ja. Dus er wordt een vijand aangewezen van... Oh, those are the bad guys. En we moeten ons wapenen tegen deze bad guys. Die krijgen een label opgeplakt, in dit geval dan terrorisme. En dan komen ze met een hele rits aan maatregelen van wat er doorgevoerd moet worden voor de veiligheid. En mensen die schreeuwen er dan om van alsjeblieft, doe het, doe het. En die hebben dan geen idee dat ze zelf meegetrokken worden in iets waarbij zij zelf inderdaad potentieel gevaar zouden kunnen zijn. Ja, dat hele demonisering van de islam, die hangt, die zie je nog steeds, die hangt heel erg dik boven de maatschappij. Zie je natuurlijk ook, je hebt Marcouch gehad, de burgemeester van Arnhem, over de Koranverbranding, inderdaad. Ja. Die gozer, ik weet even niet hoe die heet, maakt ook verder niet uit, van Pegida of zo. Ja, die doet dat dan. Ja, vermaakt wat. Die gaat dan door het hele land heen de Koran verbranden en zo. Dat is ook echt natuurlijk echt een clownshow. Maar om dan te laten zien dat islam een religie van haat is. Hij wil proberen dat stigma wat er rondomheen hangt, dat moet in leven gehouden worden. Vanuit wat voor, ik vind het altijd vreemd, zeg maar. Ik denk altijd van wat voor een organisatie zit die hier dan achter? Wat hebben ze daar voor baat bij? Hoe kijk jij daarna, zeg maar? We hebben natuurlijk het heel gesprek gehad met Marcouch en zo. En hij is natuurlijk heel erg van vrijheid en het moet kunnen. Uiteindelijk is het dan nu toch verboden. Ja. Dus hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het heel interessant wat je zegt. Van, hè, een molen van islamhaat wordt in stand gehouden. En hij blijft eigenlijk maar... de aandacht vraagt van, hè, kijk wat een haatdragende religie islam is. Terwijl hij zelf op dat moment eigenlijk precies aan het doen is waar hij zogenaamd tegen is. Hm. Hij is op dat moment bezig met haatzaaien. Hij is op dat moment bezig met verdeling creëren. Dus dat is Van Wagensveld. Ik zelf vind dat mensen gewoon moeten doen wat ze willen doen. Maar hij gaat natuurlijk heel ver in zijn acties. Ja. En ik vind het soms als moslim, als Marokkaan, gewoon heel jammer dat mensen zich laten provoceren. Zeker als je ziet van oké, hij doet dit echt expres en hij wil mensen gewoon zoveel mogelijk uit de tent lokken. Dan vind ik het bijna jammer als mensen zich uit de tent laten lokken. Ja. Dan denk ik van, dat is precies wat hij wil. Doe dat nou niet. Maar ik vind het tegelijkertijd wel belangrijk dat... die mensen op een of andere manier in elk geval, weet je, dat er met hun in gesprek wordt gegaan om te kijken van wat zit er eigenlijk achter, waarom doe jij wat je doet. Ik heb wel eens aan tafel gezeten met Van Wagensveld, dat is echt jaren geleden bij een talkshow. Het was voor de halve maan of voor de nieuwe maan, ik weet even niet of ze toen die naamsverandering al hadden. En hij was toen dus ook, had net actie gevoerd en hij kreeg daar dus aandacht voor in dat programma. En ik zat dus tegenover hem en ik kende hem eigenlijk nog helemaal niet. Dus ik kreeg dat op dat moment allemaal mee en ik had zoiets van, ik heb hier gewoon iemand tegenover me zitten die gewoon vet, vet, vet diepe haat heeft voor moslims. Dus voor mij ook. En ik vroeg me oprecht af van, maar... Heb je dan de Koran wel eens gelezen? Weet je wel wat er wordt gezegd? Heb je wel eens echt, echt verdiept? En ik stelde die vraag ook. Ik zeg, maar heb je de Koran wel eens gelezen? En zie je, dan denk je weer meteen dat ik jouw kant op moet komen. En ik denk, maar wacht even. Je zegt dat dit boek verbannen moet worden, maar je hebt het boek nooit gelezen? Dat is toch te debiel voor woorden? Nee. Dus ja, ik weet niet. Ik ken hem niet goed genoeg. Maar ik heb altijd zoiets van, dan heb je gewoon echt zware, zware, zware issues met jezelf. En ja, dan zoek je een zondebok waar je dat lekker allemaal op kan afreageren. En in dit geval zijn het dan moslims. Ja. Je hebt natuurlijk zo'n gigantische... Want ik zit ook al heel lang te kijken van waar zit dat, waar komt het dan vandaan? Eigenlijk vanaf het begin af aan al is het zo'n, bijna wel zo'n bijbelse strijd van het christendom hier. Een soort van, moet zeg maar, gewoon dat christendom moet hier zeg maar gewoon heel erg dominant zijn. En we worden nu, dat christendom wordt nu weer aangevallen door de islam. Net zoals 1000 jaar geleden. Het is weer de strijd om Byzantium, lijkt het af en toe wel. En dat soort dingen,
die, ja, ik weet niet, dat Hegeliaanse dialectiek wat al duizenden of honderden jaren gevoerd wordt, dat lijkt weer op helemaal opnieuw op te leven in de afgelopen decennia. Ja. En je ziet dus ook, want als je ook gaat kijken naar van welke organisatie zit erachter, dan is het allerlei christelijke organisaties die vooral vaak geallieerd zijn aan Israël, die dan inderdaad zo'n gezamenlijk doel hebben van, oh, de Messias moet weer terugkomen en al dat soort gekke waanideeën wat mij betreft. En inderdaad hier met gewoon nationalisten, zeg maar, die soort van ook helemaal in een idee zitten dat de ene cultuur die hier tot stand gehouden moet worden de enige manier van representatie is van dit land. En dat moet bevestigd worden, dat moet bewaakt worden, zeg maar. Hè? We moeten blanke mensen blijven hier, want als we niet blank zijn, zijn we niet Nederlands of zo. Mm. Op een of andere manier. Die twee dingen, wat natuurlijk ook al heel erg lang leeft, wordt dan aangevallen door die islam op een of andere manier. Dat hebben ze, in ieder geval, ze hebben dat zo gehusteld dat het tegenover elkaar is komen te staan. Zo zie ik dat. Want als je gaat kijken naar islam in Nederland, dat gaat ook al honderden jaren terug. Tot aan de Mooren en weet ik veel wat. Maar niet. Zeker. Dus er is al heel lang islam in Nederland. Maar ook daar zijn dan ook weer van die strijden, zeg maar. Dat je dan naar Spanje kijkt en die met de oorlog tegen er was eigenlijk ook zo islam tegen christendom en zo. Het lijkt wel alsof het inderdaad zo'n oude wond is. Van christelijke angst voor islam. Dat op elke keer weer opnieuw wordt aan wordt gewakt. En ik weet dan niet met zo'n Van Wagensveld wat dan precies zijn, in wat voor mindspace die daarin zit. En, want ik moet heel eerlijk zeggen, dit soort fanatieke gasten denk ik altijd van, volgens mij hebben die ergens een bankrekening lopen of zo. Maar waarom zou je anders zo uitsloven, weet je? Dat, want hij neemt ook aardig wat risico's. Ja, het is een hele dagtaak, zeg maar. Mm. Weet je Pegida, weet je wat dat is? Weet je wat? Nee, wil je het opzoeken? Ik ben wel benieuwd wat voor een. Want ik weet wel dat het uit Duitsland komt en het is Patriotic Europeans Against the Islamization of the West. Het is wel heel erg een heel erg gerichte organisatie, echt tegen islamisation inderdaad. Oké, en dus Patriotic Europeans. Ja, want dat is. Dat is het een beetje, hè? Want het is grappig dat de patriotic sense, dat patriotisme, zeg maar. Dat in Nederland zijn we daar heel erg goed in. We hebben dat soort van ook bijna naar Amerika gebracht, van 1800. De oude patriotten die hier de orangisten te lijf gingen, die hebben dat dan naar Amerika gebracht om daar ook patriotisme te krijgen. Dat idee dat je nu European patriotisme hebt, dat is best wel. Dat is nieuw, zeg maar. Mm. Dat is wel. En ik zie daar ook, Pegida is voor het beschermen van de Duitse identiteit. Ja, dat leeft nu ook wel heel erg. Dat je dus inderdaad, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben daar dus ook niet heel erg op tegen. Om dus als mensen die hier een soort van hun roots hebben, hun inheemse roots, om die te koesteren. En dat betekent niet dat er een of andere zuivere bloedlijn moet gehouden worden, maar dat je inderdaad bewust bent van je eigen cultuur en hoe dat tot stand is gekomen. Want ik heb ook een beetje, vooral hier in Nederland, dat mensen vaak niet weten waar ze vandaan komen en hoe en wat Nederlandse cultuur is. De afgelopen twee verkiezingen was de Nederlandse identiteit. Wisten we niet wat dat was. Ik denk ook dat er helemaal niks mis is met het koesteren van identiteit en het behouden van identiteit of cultuur. Maar als jij nou lekker jouw Nederlandse cultuur en jouw religie koestert en ik gewoon mijn Marokkaanse cultuur en mijn islamitische religieuze achtergrond koester, dan is er helemaal niks aan de hand. Ja. Het wordt pas een probleem wanneer jij zegt dat ik iets niet mag doen of wanneer ik beweer dat jij iets niet mag doen. Ja. Dan wordt het een probleem. Dus ik weet niet in wat voor mindset hij, want je had net, ik weet niet in wat voor mindspace hij is. Nou, dat weet ik wel, in die van verdeling. Ja. En ik weet niet of hij religieus is, maar als hij wel religieus is, laten we zeggen vanuit het christendom, dan heb jij jouw religie echt totaal niet goed begrepen. Nee. Ja, het is, zoals ik het zie, is op een of andere manier, is dus dan. Het Europese identiteitschap verleent zich. Op een of andere manier ook aan wat dan andere identiteiten hier doen, zeg maar. Want zoals ik het zie, is als wij, zeg maar, als ik, zeg maar, heel erg bewust ben van mijn identiteit, dan kan dat heel veilig bestaan als een andere identiteit. Ik weet wie ik ben, jij weet wie jij bent. Fijn, mooi. Hè? Maar juist doordat heel veel mensen hier niet weten wie ze zijn, worden ze bedreigd door deze groep met mensen die heel goed weten wie ze zijn. Hè? En dat is een beetje.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dan wat zo'n Pegida doet met die acties. Ik denk niet dat dat helpt. Ik weet niet wie dat bedacht. Ik bedacht even van, oh, we moeten mensen wat dichter bij hun eigen identiteit hebben. Dan krijgen ze wat meer. Kom, we gaan Korans in de brand steken. Dat is nou, als het echt zo is dat zij staan voor het behouden van hun cultuur en identiteit, dan zou mijn advies echt zijn, richt al je aandacht en je energie op het behouden van je cultuur en je identiteit. En niet het bestrijden van die van een ander. Ja. Kijk naar jezelf, zeg maar, gewoon. Ja. Ja. En hou je lekker bezig met jezelf. Ja. Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Ja. En weet je, het kan echt prima allemaal naast elkaar. Hè? Mijn moeder die is opgegroeid in Rabat in Marokko. En dat is echt een stad waar je een perfect voorbeeld hebt van hoe je gewoon met meerdere religies in één stad kan leven. Hmm. Je hebt daar synagoges, je hebt een hele grote Joodse community. Je hebt daar een hele grote christelijke community, dus je hebt kerken en je hebt moskeeën. Allemaal in één stad. En die leven prima samen. En op het moment dat je elkaar respecteert, want ik denk dat het respect hier in Nederland gewoon ver te zoeken is, dat je woorden mag gebruiken die gewoon onrespectvol zijn. Dat je gedrag mag laten zien wat onrespectvol is. Ik denk dat wij hier in Nederland gewoon echt tekort komen aan respect. Als ik ook gewoon kijk hoe bijvoorbeeld politici tegen elkaar praten in de Kamer, het is gewoon respectloos. Op het moment dat je geen respect hebt, dan gaat het mis. Ja. Ja, het is ook gewoon onconstructief. Je zou als doel moeten hebben om samen dichter bij elkaar te komen. En dan, hè, dat, maar nu lijkt het wel alsof alles alleen maar verder uit elkaar moet gebracht worden. En dan, zodat je mensen kan uitsluiten op een of andere manier. Ja, als je het mij vraagt, is het vooral daar in je kamer, is het gewoon een poppenkast. Ja, heel erg een poppenkast. Echt een poppenkast, ja. Ja, ik zie daar natuurlijk met Wilders ook en zo. Dat ik ook echt. Ik heb heel veel naar Wilders zitten kijken en ik heb me afgevraagd van wat wil die gast nou? Inmiddels weet ik het donders goed wat die gast wil. De grap is dat, ja, als je het bijvoorbeeld hebt over Israël en al dat soort dingen, is daar eigenlijk helemaal niet zoveel verschil in die kamer. Dan wil iedereen eigenlijk allemaal hetzelfde. Alleen Wilders die hangt er inderdaad behoorlijk stevige taal aan. Wat heel veel teweeg brengt. Maar ja, als je puntje bij paaltje komt en je komt bij Frans Timmermans, dan zeg je ook van, hey, zeg eens even wat kritisch over Israël. Dan komt er ook niks kritisch uit, zeg maar. Dus je ziet echt dat eigenlijk die Kamer is eigenlijk heel eensgezind. Alleen toch weten ze de maximale verdeeldheid te creëren op een of andere manier. Maar dat is het spel, als je het mij vraagt. Ja. Dat is het spel. Oh. Doen ze het eigenlijk heel goed. Ja, dat doen ze geniaal. En dan zitten wij gewoon als bevolking maar het spel te volgen en te juichen. En ja, nee, zij snappen het en zij snappen het niet. En ondertussen heb je gewoon helemaal niet door waar het echt over gaat. Ja. Dus je wordt gewoon zwaar voor de domme gehouden en heel veel mensen vallen ervoor. Ja, ja, en als je dan nu zo'n FVD hebt, hè, en die hebben dan veel over de zuilen weer terugbrengen en zo. Dat je dus inderdaad mensen hebt die dan inderdaad andere cultuur hebben, maar dat dan in eigenlijk een soort van parallele samenlevingen naast elkaar. Iedereen heeft zijn eigen scholen, supermarkten, buurten, de hele bende en zo. Is dat dan zeg maar de manier om daarover te gaan? Je hebt aan de ene kant de hele Kamer die wilde zeggen, die multiculturele samenleving moet allemaal bij elkaar gehutje met je worden. Ondertussen mega veel verdeeldheid zaaien om iedereen's belangen te behartigen. Of zo, ik weet niet precies wat de intenties erachter zijn in de verdeelde. En dan heb je de VVD, of de FVD die zegt van oké, we moeten het helemaal anders doen. We moeten weer terug naar verzuiling en dan kunnen we hebben een moslimse gemeenschap en een christelijke gemeenschap en een seculaire gemeenschap en een transgender gemeenschap, weet ik veel. Is dat de oplossing, denk je? Ik denk dat iedereen moet doen wat ze willen. Dus als er een islamitische gemeenschap is met islamitische basisschool, be my guest, doe je ding. Maar je leeft wel in een wereld met verschillende culturen. Hmm. Dus je zou jezelf tekort doen als je die kinderen daar op die basisschool niet ook meegeeft over het christendom of over jodendom. Of over Chinese tradities. Je leeft in een wereld met verschillende culturen, religies en verschillende mensen. Mm-hmm. Dus wil je wereldwijs worden, geef iedereen dan ook alles mee. Mm. Dus ik denk dat het prima is om dingen vanuit je eigen cultuur te doen. Maar vergeet niet dat er ook andere culturen en tradities zijn. En ik denk dat je jezelf alleen maar verrijkt als je je ook inleest op die manier. En als je kinderen ook onderwijst op die manier. Ja. Kijk, dus dan ga ik weer toch even terug naar Rabat. Weet je, het is daar heel common
Het komt gewoon heel vaak voor. Je hebt buren naast elkaar, dat kan een Joodse zijn, dat kan een christelijke zijn. En die weten van elkaar, oh, op vrijdag, dat is een heilige dag voor de moslims. Oh, op zondag is dat voor de christelijke. Dus is een kindje ziek en zij willen eigenlijk naar de kerk gaan. Dan gaat het kindje op zondag gewoon naar de islamitische buren. En die weten van, oh ja, wij doen het wel, want jullie gaan naar de kerk. Die weten dat allemaal. Dus ze zijn op de hoogte van elkaars verschillen. En in plaats van dat te gaan bevechten of te bekritiseren, omarmen ze dat, ja. Respecteren ze dat. En dat is een hele andere benadering dan dat je elkaar gaat zitten afkraken of probeert af te maken op basis van de kleine verschillen die er zijn. Ja. Ja, ik denk ook wel, want ik merk ook wel dat ik zelf zeg maar een soort van steek in deze game heb. Ik ben heel lang niet atheïstisch als in van, oh, ik ben atheïst, maar gewoon heel erg anti-religie geweest. Hè? Dus mijn moeder, die is een soort van semi-christelijk opgevoed, die is er een beetje uitgestapt. Het had er een beetje, ja, nooit iets mee gehad en zo. Ook de nadelen dan van ervaren uitgehuwde ouders en al dat soort dingen, wat allemaal. Dus ik had het altijd van huis uit meegekregen, van dat religie en zo, dat is allemaal niks en zo. En ik ben er ook wel op voort gaan bouwen en ik denk ook echt van, als ik kijk naar wat religie, vooral inderdaad die Abrahamse religie, Jodendom, Christendom, Islam. Wat dat tot nu toe allemaal teweeg brengt. En vooral ook hoe die onderling met elkaar allemaal aan het communiceren zijn. Denk ik van, het is volgens mij, iedereen boeken erbij halen en zo. Van, oh, maar in dit boek staat dit en dat boek staat dit. Oh nee, ja, jullie hebben ongelijk. Ik denk van, ja, dat, voor mijn part mag het allemaal weg. Mag het allemaal weg. Zo heb ik een hele tijd geleefd. Totdat dan die pandemie gebeurde, zag ik inderdaad community life heel erg een cornerstone, een hoeksteen zijn van die tijd. Hè? En dat, ik miste dat enorm. En ik zag dat in religieuze gemeenschappen dat allemaal werd opgevangen. En ik denk, oké, dat is mooi. Weet je wel? Mm-hmm. Dat ik snap nu inderdaad van wat daar toch wel een maatschappelijk nut van is. En iets meer respect voor hebben gekregen daarin. Maar ik, dat gevoel van dat hele, dat het Abrahamse en de scriptures en de teksten en heel veel dat die archetypes allemaal soort van idoliseren. Of dat dan is een JHWH, een Jezus, een God, een Mohammed wat is de God in de islam ook alweer? Allah, ja, nou, Jezus. Ja. heb ik altijd zoiets van. Maar daar gaan we al, hè? Daar gaan we al. Want ik heb altijd zoiets van, dit is heel, heel persoonlijk, is dat, zeg maar. En op het moment dat je dat gaat standaardiseren, dan ga je allemaal rare dingen krijgen. Ja, maar dat is een beetje, kijk, alleen dat al. Als je zegt van, hoe noem je God, hoe noem je de God in islam? Het is ook maar een naampje, inderdaad. Je noemt het God in islam. Ja. Maar het is een andere taal, dus dan krijg je een ander woord. Ja, ja, ja. Vanuit de Joodse traditie zeg je Elohim. Mm. Vanuit de islamitische traditie zeg je Allah. Het zijn. Het gaat over het zijn. Mm. Dat is wat het eigenlijk is. En God is dan een Nederlandse benaming. God, Engels. Maar het zegt hetzelfde, maar de taal maakt het anders. Ja, ja, ja. Maar, en waar heel veel mensen denken dan van, oké, jij benoemt iets anders, dus jij bedoelt iets anders. Dat is niet waar. Er zit dezelfde intentie achter. Ja, het betekent God, maar het is een andere taal. Ik heb wel het idee dat, en dat heeft op zich niks met de taal te maken, want ik heb zie dat mensen die God noemen ook gewoon een hele andere concepten naast elkaar leggen. Dus, precies. Ja. Maar zelfs als je een christelijk hebt, ik weet niet hoe het bij jou in de familie zit, maar geen moslim denkt hetzelfde, hoor. Geen moslim heeft dezelfde opvatting van wat het nou allemaal is. Nee. Iedereen is anders. Iedereen heeft een ander perspectief, andere ervaringen. Dus ook een hele andere opvatting en beleving van religie. Ja. Ik heb toevallig gisteren Max van den Berg hier gehad, of van de week. En die is heel erg overtuigd christen en zo. Dus dan met mijn Grieks-Koperdraad kan ik dan ook wel een beetje. Hè, die zit dan wat meer in de teksten en zo, vanuit het Grieks. Dus ik heb er nu de laatste tijd veel over de christelijke dingen met Jezus en al dat soort dingen. En ik heb zelf ook veel over nagedacht, van wat betekent dat dan voor mij? En ik heb zoiets van, als ik.
ik moet God in mezelf gaan vinden. Want dan kan ik zeg maar het leven en mijn bewustzijn kan ik gaan ontdekken. Liefde voor jezelf krijgen en voor de processen. En dan kan je dan ook dan iets wat, van wat goddelijk zou kunnen omschreven worden daarbuiten vinden, zeg maar. Maar dan zie je ook wel dat er soms best wel mensen op een of andere manier dat heel beledigend vinden. Want God hoort iets te zijn wat buiten jou staat en waar je dan onder leeft of zo. Ja. Hoe sta jij erin? Ik denk dat alles tweedelig is. Ja, God is buiten jezelf, maar God is ook in jezelf. Maar dus om te zeggen van ik ben als God, dat is niet de godslastering in jouw ogen? Absoluut niet. Ik denk zelfs dat het een vernedering is als je zegt dat het niet zo is. Ja. Ik denk ook dat je heel anders in het leven staat. Ik hou het even bij mezelf. Ik ben opgegroeid met inderdaad dat concept van alsof het iets is wat buiten je staat. En dat zorgde er mij dus voor dat ik heel erg ging denken in goed-fout. Goed-fout. En er is dus een God ergens daarboven die let op alles wat ik doe. En op het moment dat ik dus iets doe wat eigenlijk helemaal niet goed is, liep ik met zware schuldgevoel. En dat werd, weet je, dat werd dan steeds zwaarder. En nou ja, dat ik eigenlijk al dacht van, oh, met alles wat ik zou moeten doen volgens religieuze normen, ja, kom ik toch nooit in hemel terecht. Dus alsof je het eigenlijk bijna al opgeeft en niet eens meer probeert. Er is voor mij een omschakeling geweest en dat bespreek ik ook in mijn podcast Wijsdom. In een aflevering met Daan de Wit, waarin ik een ervaring heb gehad waarbij ik dingen zag en dingen voelde en eigenlijk vanaf dat moment een shift had in mijn bewustzijn. En vanaf dat moment had ik die ervaring, en die specifieke ervaring, had ik eigenlijk gevoeld van, oh, het is niet per se iets wat buiten me is. Het is iets wat in me zit. Mm. En als je dus eigenlijk al die kwaliteiten van wat de schepper heeft, gaat berusten op jezelf. Dus hè, jij hebt het vermogen om te creëren met ieder woord die je uitspreekt. Yeah. Met iedere stap die je neemt. Met iedere glimlach die je wel of niet geeft. Met iedere daad die je wel of niet doet. De hulp die je wel of niet aanbiedt. Je kan dus op elk moment van de dag kan je creëren. Als je dat beseft en je staat 's ochtends op, wat ga je dan doen met je leven? Als jij het godsvermogen hebt om te creëren, maar ook het godsvermogen hebt om te vernietigen met alles wat je doet en wat je zegt en alles wat je denkt. Als we hem alleen al betrekken op jezelf, je gedachten die kunnen destructief zijn of die kunnen jezelf opbouwen. Je kan jezelf helen of je kan jezelf ziek maken. Dus nee, ik vind het niet beledigend of godlastering als je dat zegt. Ik denk juist dat op het moment dat je dat beseft, dat je dat hebt, dat je dat kan, dat je dan je verantwoordelijkheid ook beseft en die ook sneller gaat pakken. Ja, ja. Want je trekt de macht en kracht terug naar jezelf, in plaats van dat je het ergens buiten jezelf plaatst. Ja, inderdaad. Ja. Neemt de ultieme verantwoordelijkheid in zekere zin. En ik denk ook, om terug te komen op jouw punt, want je had het over een stukje opvoeding zoals je die hebt gehad en uithuwelijking. En dan ga je natuurlijk ook associaties maken van dat is religie, dat is cultuur. Ja. Vroeger was dat niet anders. Je ging matchen met iemand uit je omgeving en vaak waren ouders daar de bepalers van. Die wisten van oké, dit is goed voor mijn dochter of mijn zoon en jij past daar of daarbij. Of dit is goed voor onze familie of voor de voortzetting van onze erfenis, noem maar op. Dus het is cultureel bepaald. En ik geloof zelf dat op het moment dat je leeft zonder een overtuiging dat er iets groters is, dat je jezelf eigenlijk verkleint. En als we kijken naar religies, dan geloof ik dat er een hele bewuste kracht is die eigenlijk die verdeeldheid probeert te creëren. Waardoor je bijna als mens denkt van, fuck all that shit, fuck religies, ik laat het helemaal los. Waarbij je ook die verbinding loslaat en je openstellen voor die verbinding en het grotere. En dan ben je makkelijker te controleren. Ja. Want op het moment dat er dingen gebeuren in je leven en laten we zeggen, zittende macht doet dingen die je eigenlijk niet wil. Als jij niet voelt dat er kracht is in jezelf of dat er een grotere kracht is die ook bepaalt, dan conformeer je al heel snel aan je omgeving en dingen die opgelegd worden. Zo op het moment dat je altijd gelooft dat er iets groters is en dat niet iedereen zomaar alles kan doen, of op zijn minst dat jij ook
het macht hebt om dingen te doen, de macht hebt om dingen te doen, dan ben je niet iemand die makkelijk te controleren is. Ja. Dus ik zie het als een hele grote bron van kracht en inspiratie. En op het moment dat je die verliest door bewuste agenda's van verdeeldheid, dan ben je makkelijker te paaien. Ja, het is ook wel inderdaad. Je hebt niet een. Je staat minder zelfstandig in alles wat je denkt. Hè? En daarbij kunnen er allerlei dingen ingeschoten worden. Ja. Ik hoorde dat bel hoor. Vraag me af. Staat iemand voor de deur? Ja. Moet je open doen? Nee. Okay. Ga weg. Eens even kijken. Ja, want. Kijk, als jij gelooft dat God bestaat in jouw leven, dan bestaat hij. Ja. Als jij niet gelooft dat God bestaat in jouw leven, dan denk ik ook niet dat je de blessings ervan zult ervaren. Ja. Nee, ik denk wel dat je een heel goed beeld moet. Ik moest in ieder geval voor mezelf echt een heel goed beeld hebben van wat ik zie als God. He, wat dat betekent voor mij. En dat is eigenlijk nooit in mijn leven is dat uitgelegd. Er is nooit eens een balletje opgegooid. Sterker nog, er is altijd maar een beetje een soort van lach over gedaan. Van, hoe is er een man op een wolk dan? Ja, je, precies. Ja. En de ene kant is dat heel fijn voor mij. Ik heb niks moeten afschillen en zo extra om dat dan voor me heel persoonlijk te maken. Ik kom meteen gewoon naar wat betekent het voor mij verhaal. Maar ik heb wel het idee dat ik er wel vrij laat, zeg maar. Ik had denk ik wel die pandemie nodig om echt mezelf op een pad te zetten. Van oké, misschien is het toch wel heel erg handig om een soort van stabiele ondergrond te creëren voor mezelf. Van wat is dat? Ik had al wel het idee van het leven is meer dan alleen maar dat materialistische. Mm. Maar op een of andere manier heel erg een hekel hebben aan het God-concept vanwege alle stigma's die eromheen hangen. Ja, ik heb dan een reeks aan psychedelica gedaan en al dat soort dingen. Daar heb ik vrij bijzondere ervaringen mee gehad. En echt een soort van eenheidsgevoel gekregen met het universum. Dus ik heb heel lang heb ik God het universum genoemd. En zo als mensen dan begonnen over God te zeggen, ja, ik noem dat het universum. Tegenwoordig heb ik nu eindelijk zoiets, omdat ik eindelijk zoiets heb van oké, ik heb een goed concept van mezelf. Ik weet hoe ik dat kan vertalen naar allerlei verschillende culturen. Hoe mensen kijken tegenover wat ik denk dan dat God zou moeten zijn. En nu durf ik het ook gewoon God te noemen. Hè? Of Yahweh, of inderdaad, of Allah. En dan snap ik dat het allemaal hetzelfde is. Als het maar inderdaad gaat over dat al zijn. Ja. Want ik snap ook dat daar mensen het afkaderen naar een bepaald sub-archetype. En dan is het weer een soort van idealisering van een bepaalde dingetje. Dan kan je nog heel multidimensionaal trekken dat het allerlei argonten en demonen en wezens zijn waar je ook aan kan alliëren. En dat is natuurlijk wel heel typerend, hè, voor als je kijkt naar godaanbidding en godinaanbidding. Dus godin, feminine energy, dat is chaos. Alles kan en alles is op eigen manier. En je voelt maar, het is heel erg vanuit gevoel en intuïtie. En je doet wat je voelt. En God, mannelijke energie, is meer met structuur en orde. Hmm. En we gaan het op deze manier doen en we wijken niet af. Dus, en we zitten natuurlijk sowieso in een wereld waarin die verschuiving er steeds is. Ja. Vanuit mannelijke energie, dus een matriarchal society, naar mannelijke energie en een patriarchal society. En zo schommelen we steeds heen en weer om ergens dat balans te zien te vinden tussen je mannelijke en vrouwelijke energie, je god of godin aanbidding, ja, je twee hersenhelften en daar die eenheid in vinden. Maar denk je waar we nu zitten? Wij komen absoluut uit patriarchal en hebben we ook nodig gehad. Kijk, ik ben er niet bij geweest, dus het is altijd maar het concept wat je hebt, hè, op basis van geschiedenis. En we zijn er allemaal niet bij geweest. Nee, precies. Dus, ja. Maar ik zie het een beetje zo van, oké, we komen dus uit een wereld waarin, dus even ver, ver, ver terug, voor de gevestigde Abrahamische religies. 3000 jaar. Nou, verder. Nog verder. 5000. Ja. Ik durf ook geen tijden te zeggen. Mesopotamië en zo, dat soort dingen. Ja, dus waarin je gewoon nog duidelijke sporen had van godinaanbidding. Dus dat is dan een matriarchal society geweest, waarin je vooral vrouwen had die aan het hoofd stonden van stammen. Waarin heel veel gebruik gemaakt werd van natuur, van kruiden. Van reizen maken met de psychedelica. Ja. Zelf tappen vanuit het oneindige bron. En op een gegeven moment was er behoefte aan structuur.
En toen is die structuur gekomen. Er zijn Abrahamische religies uitgekomen. Kapitalisme is gekomen. We hebben economieën gebouwd. En nu merk je dat we heel erg aan het doorslaan zijn in die mannelijke energie. Bouwen, bouwen, bouwen. En minder voelen. Minder intuïtie. Minder in contact staan. En ik heb dus het gevoel, zeker met AI, wat nu zit te komen, dat we weer van dat patriarchal element aan het wegdraaien zijn, waarin het weer iets meer naar gevoel en intuïtie en creëren mag gaan. Juist met AI? Ja. Ik heb juist het idee dat AI heel erg haaks staat ten opzichte van het voelen en het organisch en zo. Ja, maar het is omdat, als je het mij vraagt, omdat wij nu al dat werk aan het doen zijn. Wij zijn nu robotwerk aan het doen. Ja. En op het moment dat robotswerk gewoon door robots gedaan kan worden, dan kunnen wij weer wat meer mens worden. Ja, ja. Ja, dat hoop ik ook inderdaad, dat een positieve technologische evolutie zou zijn, dat in principe de dingen die we niet willen doen gewoon kunnen worden uitbesteed. En dat we dan inderdaad meer ruimte krijgen om gewoon mens te zijn. Ik vraag me dan af, hoe lang zijn we dan zogenaamd niet mens geweest? Zeg maar, is dat dan heel recentelijk met computers? Of is dat dan al sinds we met industrialisatie bezig zijn? Of is het al zelfs door de hele middeleeuwen heen? Want we zijn natuurlijk als mensen al heel lang heel slecht behandeld door onze leidinggevende. En kan je ons sowieso vragen van, zijn we überhaupt al wel mensen geweest? Slavernij is zeg maar niet alleen maar met zwarte mensen gebeurd. Dat is met de hele wereld is geënsleefd geweest. Ja, dat gebeurt nu nog steeds. En nog steeds, inderdaad. Dat we misschien dat dan het weer menselijk terugvinden. Dus het is maar net hoe lang je het uitzoomt, zeg maar. Want als je het uitzoomt en bijvoorbeeld alleen de huidige 10, 20, 30 jaar met de hele technologische opkomst, zijn we natuurlijk ook minder menselijk werk genoemd dan kantoorwerk, industrieel werk, lopende bandwerk. Zelfs leraren en de meest menselijke dingen hebben we weten te ontmenselijken. Mensen die in administratie zitten te doen. Mensen die in de supermarkt werken en alleen maar producten aan het scannen zijn. Tuut. Goedemiddag, bonnetje, tasje. Het is procedureel allemaal. Ja. Ja. Ik bedoel, het is goed hoor dat er veel werk is, maar ja, je haalt niet heel veel uit jezelf als mens door de hele dag achter een kassa te staan. Nee. Ik weet niet of je het wel eens hebt gedaan, maar tuut, hoor je de rest van de dag nog door, hoor. Ja. Als je klaar bent met werken. Ja, je daagt jezelf niet helemaal uit. Je haalt niet het optimale uit jouw menselijke potentie. Nee. Ja, ik heb een beetje oud werk in een supermarkt bekleed, zeg maar. Maar ja, ik ben dan zo ongefocust. Ik kan me gewoon niet heel lang in één ding. Dus dan ben ik even hier, ben ik even daar. En dan moet ik weer verplaatst worden, want anders ga ik mezelf saboteren en zo. Dus maar achter de kassa heb ik wel een tijdje gedaan. Echt maar een maand of twee of zo. En dat was nog wel soort van leuk. Maar dat was omdat al het andere werk in de supermarkt zo tedious is. Het is alleen maar herhaald. Zelfs kaas en vleeswaren, waarbij je nog mensen aan het helpen bent. Maar je bent alleen maar pakjes aan het vullen, stickeren, pakjes aan het vullen. Je bent inderdaad heel veel procedureel werk aan het doen. De supermarkt. Ik vind het wel grappig dat dus nu inderdaad dus die zelfscankassa's, kan je het zelf gaan doen. Weet je? Zeg ik eigenlijk tegen mensen van, oh ja, betaal ons om zelf robotwerk te gaan doen. Ja, precies. Ja, maar dat gaat natuurlijk ook allemaal veranderen. Er zijn ook gewoon supermarkten waar je gewoon helemaal geen personeel meer hebt. Ja, ja. En er zijn natuurlijk ook een groep mensen die zeggen van, ja, zie je, het verdwijnt allemaal. En anderzijds denken van, ja, die mensen kunnen nu wel gewoon ander soort werk gaan doen. Waar ze hopelijk ook gewoon wat meer plezier uithalen. Ja, ik snap wel dat het lastig is. Want ik heb wel inderdaad verwacht van, oké, dan kunnen we met z'n allen weer menselijke dingen gaan doen. En het enige wat je nu ziet is dat mensen gereduceerd worden overal. En dan denk ik van, ja, waar komt de menselijkheid terug? Ja, maar daarom. Ik denk dat die overgang ook niet per se makkelijk zal zijn. Ja. Weet je, we hebben opgebouwd. We leven in een overvloed en dat is prachtig. Maar als we terug willen naar dat mens zijn, dan moeten we die twee systemen gaan integreren en combineren met elkaar. Maar er zal wel eerst een gat vallen. Want als al die mensen als we alles gaan automatiseren, zullen al die mensen er eerst uit moeten. En tegen de tijd dat we daar weer nieuwe systemen voor hebben gecreëerd, ja, daar kan wel wat tijd overheen gaan. Ja. Ja. Maar ook daarin geloof ik dus altijd in het grotere. Denk, het zal altijd wel goed komen. Ja, ik heb altijd van mezelf, zeg ik altijd van, het zal later wel blijken waar dit goed voor was, zeg maar. Ja. Dan, ja. Dat is ergens zit er een rode draad in.
Ben ik ook wel benieuwd. Want nu hebben we het dan over het mens zijn. Kunnen we weer mens zijn? Ik wil ook heel graag mens zijn. Ik doe mijn best om zo mens mogelijk te zijn voor mezelf. Dat, volgens mij, als ik zeg maar een beetje terugkijk van wat je hebt gedaan. Je bent graag volgens mij bezig met media en creatieve dingen maken en zo. Ik zie ook dat je dat eigenlijk daadwerkelijk hebt gedaan. Ik kon zo ver terugkijken als bij NH dat je hebt gewerkt. Het is de Rotterdamse... Noord-Holland. Noord-Holland, ja. Dus lokale omroep van Noord-Holland of zo. Ja, dat is een regionale omroep. Zoals hier TV Gelderland, zeg maar. Of, Ik weet niet of dat lokaal is of regionaal. Ja, voor de provincie is dat TV Gelderland. Ja, dat is dan inderdaad een regionale omroep. Maar ik heb daarvoor ook nog dingen gedaan, hoor. Daarvoor zat ik ook bij de NPO, heb ik voor niks gedaan. Oh, oké. Okay. Lokale omroep. Vertel er eens wat over. Hoe ben je daar terechtgekomen? Hoe ik in media terecht ben gekomen. Ja, hoe ben je erin gerold? Ik ben er letterlijk in gerold. Ja. Want ik was op dat moment aan het studeren. Ik studeerde economie. En ik had dus helemaal geen media-achtergrond. Eigenlijk ook helemaal niet de ambities om media in te stappen. Maar ik deed ooit mee met een verkiezing. Mm. En daar werd ik geïnterviewd door iemand van de NTR. En vond ik een heel leuk gesprek, dat interview. Maar hij vond dat ik het gesprek had gekaapt. Oh. Dus die camera ging uit en hij zegt, je zit mijn gesprek te kapen. En hij deed helemaal boos. Ik zeg, wat bedoel je? En hij zegt, ja, ik ben degene die interviewt. Dus ik ben degene die vragen stelt. Okay. Ik zeg, oké. Okay. Ik dacht, we hebben gewoon een gesprek. Jij vraagt me, wat vind ik ervan? Ik denk, oh ja, leuk, wat vind jij ervan? Dus een gesprek. Hij zegt, nee, het was een interview. Ik zeg, oké, sorry. Hij zegt, jij bent zeker ook journalist? Ik zeg, nee. Ik zeg, oh, je zou het wel kunnen. Oh. Oké, okay, ja, nooit over nagedacht. Het ging heel snel van een beschuldiging naar complimenten. Ja, denk je. Ja, het was gewoon heel passievol. Het is ook later iemand geweest die een hele waardevolle vriend van me is geweest. Okay. Maar hij gaf dus aan van, nou, als er bij ons wat vrijkomt, dan wil ik je dat graag laten weten. Okay. En dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. En 2 maanden later kreeg ik een mailtje met, hey, wil je het eens proberen? En ze zoeken een verslaggever. Dus je bent bij de NTR begonnen? Ik ben bij de NTR begonnen, okay. Ooit. Ja. Ja. Dus de NTR en toen uiteindelijk... NTR, ik had natuurlijk nul media ervaring. Of nou ja, niet de ervaring die ik nodig had. En toen heb ik me laten adviseren door iemand. En die zei van, nou, misschien kan je radio doen. Want op het moment dat je radio doet, dan focus je vooral op interviewtechniek en op inhoud. En toen ben ik gaan solliciteren bij Funix. Nou, daar werd ik aangenomen. Toen heb ik eigenlijk dus gelijktijdig voor NTR gewerkt en voor Funix. Allebei als verslaggever, maar de ene was met beeld en de andere alleen radio. Dan maakte ik 16 radioreportages per week. Dus daar heb ik aardig wat meters gemaakt. Op een gegeven moment ging ik daar ook beeldreportages maken. En toen kwam AT5, heb ik Po-nieuws gedaan. En naar media, ook nog, ja, Po-nieuws ook. Toen heb ik nog een programma gemaakt voor NPO Groeten uit Marokko. En op een gegeven moment, toen ben ik heel bewust de media uitgestapt. Ja, want ik zag video op je kanaal staan. En dat is waarom ik die NH-dingen drukte zo van. Want volgens mij was ik zag daar een filmpje dat je een soort van afscheid deed. En zei van, ik wil, dit is duidelijk iets wat ik achter me ga laten. En ik wil de nieuwe dingen gaan. Klopt. Dan dacht ik ook van dat mens zijn en zo. Ik had echt het idee dat jij bewust de keuze had gemaakt om iets te gaan doen daarin. Ja. Hoe is dat, hoe kwam dat tot stand? Nou ja, ik werkte natuurlijk al een paar jaar in de media en persoonlijk maakte ik een transitie door in mens zijn, in hoe je naar het leven kijkt. En ik zat eigenlijk op dat moment ook in een onderzoek van het collectief bewustzijn, van wat betekent dat en wat houdt dat in. En ja, misschien kunnen we even een officiële term van het collectief bewustzijn. Maar ik zie het eigenlijk altijd zo van, oké, je hebt een brein, ik heb een brein. Iedereen heeft een eigen brein. Maar samen vormen we allemaal 1 supergrote brein. Ja, ja. En wat er in jouw brein zit, heeft dus ook effect op het collectieve brein. Okay, ja. Collectief bewustzijn. En ik was daarover aan het lezen en aan het leren. En op dat moment besefte ik me van, holy shit. Ik heb eigenlijk best wel veel negatieve invloed op het collectief bewustzijn. Want ik zat op dat moment in media en nieuws, vooral nieuws. Mm-hmm. Ik presenteerde het nieuws en ik denk, ja, het nieuws is altijd negatief. Weet je, het is 15 minuten. Kijk je eigenlijk gewoon naar wat er allemaal shit is in deze wereld en wat er niet goed gaat. En
hoe slecht het allemaal is. Mensen zetten de televisie weer uit en zitten dan alleen maar vol met stresshormonen. Ja. En die doen er verder niks aan. En zij gaan dan natuurlijk op hun beurt dat nieuws verspreiden aan de buurman, aan hun partner, aan collega's, aan de keukentafel. En ik denk, ja, dat is wat ik doe, hè. Daar draag ik aan bij. Ja. En nou ja, dat voelde op een gegeven moment niet goed. En het ging gepaard met andere processen waar ik zelf in zat. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, ik ga stoppen. En ik zat in die periode van mijn leven, deed ik heel veel yoga, meditaties. Ik was heel erg op zoek naar meer in mezelf, het nut van het leven, zingeving. Het was eigenlijk het startpunt van een spirituele ontwakening, wat ik op dat moment niet wist. En nou ja, een paar jaar later kwam corona. En ik keek al heel lang geen televisie meer. Eigenlijk het moment dat ik de media in ben gestapt, ben ik gestopt met televisie kijken. Dus dat is nu misschien 13 jaar geleden. Oh, oké. En ik kreeg mijn verhalen natuurlijk vooral van mensen om me heen over corona. En ik dacht, holy shit, mensen zijn aardig gebrainwashed. Iedereen doet zo panisch en bang en durft elkaar niet meer te knuffelen en een afstand. En ze dragen allemaal een mondkap en allemaal hetzelfde ook. Ja, dat blauwe lelijke met die witte elastiekjes. Ik denk, volgens mij klopt er hier iets niet. Mm. En nou ja, ik ben niet zo heel bang aangelegd. Dus ik had zoiets van, als er al een virus ergens is en het is de bedoeling dat het me raakt en dat ik doodga, ja, dan is het zo. Mm. Maar ik geloof dat mijn lichaam wel sterker is en dat, ja, dat als ik het al krijg, wat ik heb gekregen, als je erin gelooft, dat je er sterker uitkomt. Hoe weet je dat je het hebt gekregen? Nou, ik weet niet, ik had griep. Okay. Ik had griep en ik kon voor het eerst in mijn leven, want ik heb wel vaker de griep gehad, maar ik kon voor het eerst in mijn leven ook niet proeven. Nee, ja, maar dat heb ik dus ook ervaren, dat ik dus niet kon ruiken en proeven. Maar ik was dus helemaal niet ziek. Ik had alleen maar een week, anderhalve week of twee, dat ik in één keer niet kon ruiken en proeven, wat heel vreemd was. Dat is heel gek, hè? Ja. Dat heb ik ook voor het eerst ervaren. Ik heb altijd, wanneer ik griep heb, dan maak ik een thee met verschillende kruiden en knoflook. Mm, oké, okay. Heftig. Twee van die knoflook, echt gewoon twee hele, snij ik in stukjes en die doe ik erin. En dat meurt. Nou ja, als je heel erg van knoflook houdt, dan ruikt het heel lekker naar knoflook. Maar sterke knoflookgeur, want ik kook het echt zodat het helemaal vrij laat. En dit was de eerste keer dat ik dus zo'n theetje had gemaakt en ik kon niks ruiken. En ik dacht, oh shit, ik ruik niks. Mm. En als ik de thee op heb, dan eet ik de knoflook ook en dan slik ik het door. En ik proefde het gewoon niet. Mm. Yeah. En ja, ik weet niet of je wel eens rauwe knoflook op hebt, maar daar krijg je gewoon tranen van, hè, als je erop koudt. Ja, het is gewoon net een ui, bij wijze van. En dat gebeurde niet. En ik denk, oh, dit is wel eng. Yeah. Dat ik gewoon niks kan ruiken en proeven. Nou, dat heb ik 2 weken gehad. Ik werkte op dat moment ook in de zorg en werd al gezegd van, ja, je moet testen. Ik zeg, nou, waarom moet ik testen? Ja, we moeten weten of je corona hebt. Ik zeg, nou, als ik corona heb. Ik zeg, dan weet je dus dat ik griep heb. En dan weet je dus dat ik thuis moet blijven, want ik ben ziek. Dus of ik nou corona heb of niet, ik blijf thuis, want ik ben ziek. En ik ga geen test doen. Ja. Ik heb geen test gedaan dus. Dus ik weet niet of het corona was, maar de symptomen, ja, die behoorlijk breed waren. Ja, precies. Die wezen op corona. Ja. Maar goed, in die periode, waarin ik ook merkte dat vooral mijn persoonlijke omgeving ook beïnvloed werd door media, had ik ineens sterk een behoefte. Dat ik dacht van, ja, iets klopt niet. En er moet vast iemand zijn die hetzelfde voelt als ik, die ook denkt van, iets klopt niet. En die daar media over maakt. Mm. En op dat moment zat ik in een proces van een boek. Eigenlijk iemand die dus verschillende mensen had gevraagd om een stukje te schrijven voor een boek. Het heet The Truth Is Out There. En ik maakte een stuk over hoe het consumeren van media, dus bijvoorbeeld het kijken naar nieuws, hoe dat invloed heeft op je onderbewustzijn. Ja. En Flavio Pasquino, de oprichter van Blackbox, die schreef ook een stuk voor dat boek. Okay. En de initiatiefnemer van het boek zei dus van, hey, misschien moeten jullie eens met elkaar praten. En zo ben ik in contact gekomen met Blackbox. En zij deden dus eigenlijk precies waar ik op dat moment behoefte aan had. Onderzoeken hoe het zit. Oké, we hebben gewoon een gevoel van, oké, iets klopt niet. En we gaan gewoon onderzoeken wat dat dan is. Was het niet, zeg maar, weer opnieuw, zeg maar, die nieuwscyclus induiken? Want je bent natuurlijk wel heel erg hetzelfde aan het doen zoals de andere kant het doet. Absoluut. Alleen dan de andere kant van de munt belichten. Exact. En op dat moment zeker, want je doet inderdaad hetzelfde, maar dan vanaf de andere kant.
Maar op dat moment was het voor mij ook persoonlijk belang. Ik had zoiets van, oké, media wordt nu zo ingezet om schijnbaar mensen massaal aan een prik te krijgen. En ik voel dat ik wil bijdragen aan mensen informeren om ook te denken over, misschien wil ik het niet, want dit en dit en dit en dit en dit en dit. Ik vind dat überhaupt, hè, als we, ook, we hadden het aan het begin van dit gesprek over vrijheid. Als je mensen vrijheid gunt en als je staat voor vrijheid, is dat alle vormen van vrijheid. Ja. Dus dan moet je ook niet hypocriet zijn en zeggen van nee, het is alleen vrijheid als je een prik neemt. Of vrijheid als je christelijk bent en niet islamitisch. Als je staat voor vrijheid, is dat alle vormen van vrijheid. En ik had op dat moment zoiets van, oké, ik zie dat er iets gaande is en dat mensen geduwd worden richting het maken van een keuze. En dat is een prik. En ik vind dat op zijn minst mensen recht hebben op informatie vanuit de andere kant. Ja. Ja, want het is, je merkt het nog steeds. Het is met die hele grappige, na de aanloop van die pandemie merk je al dat die activiteiten heel vaak al bezig waren. Alleen dan was het soort van ondergesneeuwd met allerlei andere dingen of was ze niet meer bezig. Maar het was nu voor het eerst dat echt gewoon de hele wereld samenkwam om dit soort praktijken uit te voeren. Om inderdaad zo'n prikcampagne te doen à la Ab Osterhaus, wat hij ook met de Mexicaanse griep heeft gedaan. En ook alles helemaal gelijk. Hè? Want ik schrok echt van inderdaad de mondialiteit van de samenwerking voor iedereen. Dat je denkt, Franse tv, de Indische tv, de Amerikaanse tv, het is allemaal hetzelfde. Ik denk, dat was eng. En, maar nu dus zeg maar dat gevaar voorbij is, met aanhalingstekens voor de luisteraars. Die praktijken zijn nog steeds bezig. En je merkt het nu met de kinkhoestvaccin of zo. Meteen weer het demoniseren van mensen die dat niet willen nemen. Grap is dat ik nu, hè, want in de politiek had je dan iemand van de SGP die dan inderdaad heel veel zegt van ja, op religieuze gronden, ja, dan mag je dat soort dingen mag je wel afwijzen. Maar doe dat op andere gronden, nee, dan ben je een gevaar voor de gezondheid van iedereen. Ja. Ik denk, het is die, ze zijn het nog steeds aan het doen. Ze zijn nog steeds mensen aan het demoniseren. Merk je dat ook zo? Ik weet niet of jij of je het mee had gekregen met de hele kinkhoest gebeuren en zo. Of, Nee, maar je zag natuurlijk, als we teruggaan naar coronaperiode, daar zag je het toch continu. Ja, ja. Dat de ongevaccineerden als het grote gevaar werden gezien. En hè, we doen het alleen samen. Dus dat het inspelen op je geweten, dat als jij niet meedoet, dat je dan een gevaar bent voor de ander. Dus het is eigenlijk gewoon precies dezelfde strategie die je dus ziet op religie. Verdeeldheid creëren, dat gebeurde hier ook. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ik zie wel, want die, bijvoorbeeld die. Ik heb zeg maar voor de pandemie heb ik me verdiept in een anti-vax movement, zeg maar. Ik ben dol geweest op complotten en al dat soort dingen. Dus dan kom ik op dingen uit af en toe van groepjes mensen die dan dingen beweren. Maar ik voor die pandemie zoiets van had van, moet dit nou, weet je wel? Waarom moeten jullie zo moeilijk doen over vaccinaties? En het was ook op basis van dat ik bepaalde aannames had, namelijk waar ik nu inderdaad heel erg op terugkijk, denk van dat is raar, zoals iedereen, wat is dat, die groepsimmuniteit of die herd immunity, dus iedereen moet zich gevaccineerd zijn, want dan werkt het best voor die paar mensen die dan niet gevaccineerd zijn. En in die geest zat ik dan, denk van, dat klinkt logisch. Maar ja, nu verder, als je dan ziet van wat dat betekent, hè, dat dus mensen inderdaad tegen hun eigen gezondheid allerlei injecties moeten gaan doen om dan mensen die ongezond zijn te moeten gaan beschermen. Dat ik denk van ja, dan ben je evolutionair al zo heel dom bezig. En ja, dat moeten we gewoon niet willen. Als iemand inderdaad die een slechte gezondheid heeft, vindt dat ik mijn gezondheid moet aanpassen of moet in gevaar stellen. Ja, inderdaad, compenseren om hem te redden, denk ik van, hé, luister, dat is niet eerlijk, maat. Dat is, ik wil best mezelf aanpassen om dan, hè, dus die mensen zijn dan voor gevaar, dan blijf ik eruit de buurt of dan ga ik eromheen. Of dan wil ik ook zelfs een mondmasker voordragen als iemand met een zware immuniteitsstoornis dan bang is voor mijn bacillen of zo. Tuurlijk. Maar om dan echt iets in je lichaam, om je eigen immuunsysteem te gaan aanpassen zodat een ander daar win aan heeft. Ik had er nog nooit zo over nagedacht. En die pandemie heeft me daar doorheen geforceerd. En nu kijk ik dus ook heel anders op die antivaxbeweging. Dat ik denk van, die mensen hebben best wel een punt eigenlijk. Maar zo zie je dat dus, dat demoniseren van die antivaxen, dat is al heel lang een ding. En ik vraag me af
of na die pandemie, of dat er echt uit is gesmeten. Want ik hoor nog steeds inderdaad met die kinkhoest, dat dus mensen gewoon gaan en zeggen van, ja, waarom willen die mensen zich niet vaccineren? Dat ik denk, heb je geslapen de afgelopen vier jaar of zo? Ja. Maar heb je, mij viel dat heel erg op in ieder geval. Ja. Nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk niets nieuws. Hè. Het was voor corona, was het er ook al. Want dit programma en deze tactiek is al 10 keren uitgevoerd. Als je kinderen krijgt, dan krijg je ook al meteen te maken. Nou ja, daarvoor al, als je zwanger bent, krijg je al te maken met het hele vaccinprogramma. En daar hebben ouders ook gewoon last van. En heel vaak denken mensen ook gewoon juist door hoe het door de huidige medische wereld wordt verkocht. En als ouder denk je bijna niet dat het een optie is om het niet te doen. Mm. Het wordt zo normaal gemaakt dat een pasgeboren baby, wat gewoon kerngezond is, dat hij een nierenprik krijgt. Dat hij de eerste vaccinaties krijgt. En dan, wat is het dan? In de eerste 6 maanden krijgen ze wel meer dan 5 verschillende prikken. Een cocktail, hè? Ze gooien het allemaal samen in een bizar cocktail. En dan ja, heel veel mensen weten het niet eens. Maar die staan er ook helemaal niet bij stil. Van, hè, moet ik dat overwegen om dat niet te doen? Dat is toch gewoon normaal? Ja. Ja, we zijn die hele medische wetenschap, zijn wij religieus gaan vertrouwen. Exact. En dat is, daar heb ik mezelf ook wel op moeten checken, zeg maar. Dat ik echt dacht van, ja. Maar dat kan toch alleen als je dus niet een religie hebt waar je dan, zeg maar, je inspiratie uithaalt. Want wat dit betreft haal ik mijn inspiratie uit religies. Ja. Dan denk ik van, oké, religies zeggen eigenlijk, je hebt een natuurlijke intelligentie. En vertrouw op jouw natuurlijke intelligentie. Vertrouw op het grotere. Ja. Als je ziek wordt, dan moet dat zo gebeuren. We kunnen vanuit wetenschap ook benaderen. Als je ziek wordt of je hebt, weet je, als je een griep hebt, dan je lichaam die gaat afvalstoffen aanmaken en afweersystemen komt ineens in gang. En uiteindelijk kom je er altijd sterker uit. Net zoals waterpokken, die moet je even hebben gehad. En op het moment dat je kerngezond bent en je gaat daar allerlei dingen in lopen spuiten, dan ben je dus aan het kutten, sorry voor mijn woord, met jouw afweersysteem, met jouw immuunsysteem, met die natuurlijke intelligentie. Mm. Ja, ik wil niet op die manier ingrijpen. Nee. Ja, want soms is het, zoals ik, maar ik vind medische wetenschap zou in de kern gewoon iets hartstikke moois moeten zijn. Maar met als uitgangspunt het maximaliseren van gezondheid. Ja. Volgens mij, met de Hippocrates-oot en al dat soort dingen, is dat volgens mij ook wat iedereen afgesproken heeft met elkaar. Hè? De medische wetenschap zet zich in om de gezondheid van de mensen te verbeteren. Nou, het is heel leuk dat dan, zeg maar, de bedoeling is, volgens mij. Maar het is helemaal overgenomen door allerlei commerciële interesses. Het is allemaal winstmaximalisatie en geld verdienen en patenten maken en dingen uit de natuur halen om ze synthetisch te maken, zodat er geld over verdiend kan worden. Precies. En al dat soort zaken. Dus die hele uitgangspunt van gezondheid maximaliseren, dat is helemaal weggenomen. En dat vind ik jammer, want het is wel, je ziet dus nu, je hebt natuurlijk een hele beweging gaande, de anti-stembeweging, een soort van anti-wetenschapsbeweging, die zich gewoon volledig aan het afzetten zijn tegen die hele, ja, tegen eigenlijk alles wat met wetenschap te maken heeft. Er komt dan ook die flat earth gebeuren komt daaruit. Ja. En al dat soort mensen die gewoon echt zeggen van, nee, jullie witte jassen hebben ons nu zo vaak opgelegd, we zoeken het allemaal zelf wel uit. Aan de ene kant is het heel mooi, mensen gaan gewoon zelfstandig onderzoek doen. Aan de andere kant, er wordt, zeg maar, ja, je doet het kind met de badwater precies, weg. Want er is aan de andere kant hele mooie wetenschap. En ook wetenschappers die echt integere doelen na proberen te streven. En dat vaak niet eens kunnen, omdat dan de systemen dat niet toelaten. Dat vind ik wel een beetje, daar kijk ik wel een tijdje met argusogen tegenaan. Dat echt dat gewoon een soort van wetenschap overboord gooien. Van, het is allemaal corrupt, dus laat maar. Maar dat is het gevaar, dat je hem helemaal gaat dismissen. Ja. Terwijl er eigenlijk heel veel parels in zitten. Kijk, ik ben ook helemaal niet tegen moderne wetenschap. Maar ik vind dat het inderdaad moet zijn voor het bevorderen van je gezondheid. Ja. En op het moment dat je gezond geboren bent, dan heb ik zoiets van, dan is het doel bereikt. Ja, ja. Het moment dat ik ziek ben of iets nodig heb, kijk ik op dat moment wel wat ik nodig heb. En ik ga niet preventief allemaal dingen inspuiten. Dus dan leef je gebaseerd op angst. Eigenlijk net zoals hoe verzekeringen werken. Ja, ja. Voor het geval je ooit dit of dat of dat of dat of dat krijgt, krijg je dit ingespoten en dat en neem je dit en neem je dat. Nee, ik
Ik ben daar persoonlijk geen voorstander van. Nee. Ik heb dat ook, dat als ik even misselijk ben of ik heb een hoofdpijn. En dan ga ik geen paracetamol nemen. Dan denk ik van oké, dat is iets wat aan de oppervlakte komt en dat mag weer gaan. Maar ik ga dat dan niet onderdrukken met paracetamol. Ik vind dat als je al medicijnen neemt, 9 van de 10 keer is dat gericht op het weghalen van symptomen. Terwijl je gaat niet naar de oorzaak van het probleem. Ja, je bent alleen maar aan het symptoom bestrijden inderdaad. Precies. Ja, vaak ook het hele mensen die kanker hebben en zo. Hè, dat dus, nu is dat helemaal ten opspraak. Het is super controversieel. Ook, je mag daar helemaal niet te veel over zeggen en zo. Met Germaanse geneeskunde. Mensen die inderdaad gaan naar een soort van zelfgenezingsproces. En een innerlijk trauma. Om te kijken of ze dat zelfgenezingsproces in gang kunnen zetten. Door allerlei trauma's te behandelen, zeg maar. Hè. Dus, want het idee is dan, je ontwikkelt een kanker. Omdat je lichaam in stress is van iets wat in het verleden is gebeurd of iets wat jou nu overkomt, waar je niet actief genoeg mee bezig bent. En je lichaam verwerkt dat als gewoon een of andere ziekte. Eigenlijk als signaal naar jou van, hey, doe iets met je leven of ga dood. Dus echt de ultimatum, bij wijze van spreken. Maar ja, in de moderne wetenschap zien we dat dan alleen maar voor wat het is. Hè? Dus een kankergezwel in het lichaam en dat moet eruit. Dus dan gaat dat dan voorkomen, bombarderen, chemische dingen erin, kanker eruit. Maar inderdaad, dat wat die kanker daar gebracht heeft, de staat van het lichaam die dat ding heeft gecreëerd, die is daar niet mee aangepast. Precies. Je ziet ook vaak dat mensen, of mensen gaan echt door een propere zelfherkennings, die gaan echt gewoon, en dat kan natuurlijk in combinatie met gewone wetenschap, chemie en zo, of chemokuur en al dat soort dingen, maar daar ondertussen ook echt met die kanker aan het praten zijn. Maar waarom heb ik dit gekregen en daaruit een levens, dan ben je lekker bezig volgens mij. Maar je hebt ook heel veel mensen die komen alleen maar in een eindeloze loop van insnijden en dingen eruit halen en nog meer medicatie. Je wil dat voorkomen wordt op een of andere manier. Maar op een of andere manier is het... Ja, maar dan moet je naar de oorzaak gaan. Ja, en het stom is dat dus inderdaad holistische aanpak bijna godslastering is in de wetenschap. Ja, klopt. En dat is heel hinderlijk. Dat is waarom? Dat is hinderlijk voor de wetenschap. Het zit de wetenschap in de weg. Hmm. Of het zit de huidige medische wereld in de weg. Ik bedoel, als iedereen ineens naar de oorzaak gaat en holistisch gaat behandelen, dan zijn al die medicijnen niet meer nodig. Ja, dit is zeg maar voor het verdienmodel is het niet... Dat is heel onhandig. Ja, maar dat zie je wel heel erg. En je ziet het ook wel dat in de hele, wat je ook net zei, dat hele preventief handelen, dat is ook wel echt een... over kanker gesproken, een kanker op onze maatschappij bijna. Hè? Want het is niet alleen maar preventief handelen op medisch vlak, maar het is ook op juridisch vlak moet er preventief gehandeld worden. Mensen willen kijken wat mensen denken en dan daar al gaan kijken wat ze daaruit gaan doen volgens ons en daarop al gaan handelen. Bijna al zoiets als dingen zoals terrorismebestrijding is bijna zo'n minority report geworden. En dan nog allerlei andere zaken, of dat een gezondheid is juridisch, maar ik kwam er even net niet op. Nou, maakt niet uit. Gewoon dat er gewoon preventief gehandeld moet worden. Hè? Mensen willen zeg maar niet gewoon wachten totdat het fout gaat en daar acties op uitoefenen. Maar er moet preventief gehandeld worden vanwege, denk ik, dan een soort van angst ook of zo. Ja. Vraag ik me toch altijd af van waarom zijn we zo angstig met z'n allen? Hè? We leven inderdaad in zo'n maatschappij. Ja, alles kan. We kunnen maximaal communiceren. We hebben het nog nooit zo goed gehad, zo vrede gehad, zoveel overvloed gehad. Zoveel dingen gehad om over te struikelen, zoveel connectie met alle, heel veel. En we zijn mega angstig met z'n allen. Bang voor wat er gebeurt, bang voor wat er gaat komen, bang voor wat we elkaar aandoen. Ik geloof dat een bewuste beweging is. Construct, een bewuste, zeg maar. Omdat op het moment dat je bang bent, dan kan je niet helder nadenken. Dan kan je niet zelf besluiten wat goed voor je is. Op het moment dat je bang bent, dan wacht je onbewust altijd op iemand die je komt redden. Dus je bent beïnvloedbaar. Je bent te controleren. Je bent te kneden. Je bent te manipuleren. Je zit heel erg in je lagere energieën. En op het moment dat je daarin beweegt, dan ben je een poppetje die makkelijk te bespelen is. Dus ik geloof dat op allerlei manieren in deze wereld mensen juist heel bewust in die lagere energieën gehouden worden. Ja. Ja, het wordt ook echt wel gedaan door vele mechanismen, zeg maar. De nieuws is daar slechts een klein deel van. Je voeding,
Ik merk het ook wel, dus een religie, dat daar een angstfactor in zit. Hè? Dus dat er, bij christenen noemen we het dan de God-fearing person en dat soort dingen. Dat daar ook, zeker, klopt. Fear God. Ja. Maar merk je dat in islam ook, dat daar ook een angstfactor in kan zitten? Zeker, althans hoe ik ben opgevoed wel van fear God, dus wees bang voor God. Kijk, en misschien nemen we het dan allemaal wel heel letterlijk. Maar dat is wel gewoon wat de woorden zeggen. En terug naar je bewustzijn en onderbewustzijn. Je onderbewustzijn kan geen verschil maken tussen wat echt of nep is. Dus op het moment dat je continu hoort, wees bang voor God, wees bang voor God. Wat ga je doen? Je wordt bang voor God. Maar op het moment dat je in een staat van bangheid zit, in een staat van angst, dan is er geen ruimte voor liefde. Dus dan is er eigenlijk niet eens ruimte voor God. Ja. Want God is liefde als je het mij vraagt. Dus het is echt een paradox, maar in zogenaamd het jou proberen te bewegen naar religie, houden ze je er eigenlijk van weg. Ja. Want je kan niet in verbinding zijn met God, met liefde, als je bang bent, als je angst hebt. Het is letterlijk een andere frequentie. Ja, angst is tegenovergesteld van liefde, heb ik nog een paar keer gehoord. Ik weet niet hoeveel waarheid dat draagt, maar het klinkt wel goed. Ik denk van ja, angst is wel in zekere zin het ontbreken van liefde, vind ik zelf. Dus als ik zeg maar ergens weinig liefde voel, dan maakt dat heel veel plek voor dingen zoals angst. In mijn geval moet je dan liefde gaan toevoegen ergens en dan kan je die angst overwinnen. Vooral als je dan inderdaad een relatie hebt gewoon direct met God, dan hoeft er niemand tussen te komen. Dan kan je gewoon in een angstige situatie zelf die liefde creëren. En dan... Is dat zo? Is dat liefde en angst? Zijn dat twee tegenpolen? Ik heb altijd het idee dat haat en liefde bijna twee dingen, dus hetzelfde ding is, zeg maar. Omdat je hebt, zoals ik het zie, is apathie en liefde en haat. Maar ja, dat is misschien heel erg taalkundige... Ja, precies. Dat sowieso. Ik denk zelf dat haat is liefde die geen ruimte krijgt. Ja. Haat is eigenlijk liefde. Ja. Maar het krijgt niet de ruimte. Het mag niet zijn, inderdaad. Het mag niet zijn. Ja, dat is het inderdaad. Als jij iemand haat omdat hij iets heeft gedaan of omdat hij op een bepaalde manier is. Het is eigenlijk gewoon liefde. Eigenlijk wil je dat ook, maar... Je krijgt het niet. Die ruimte is er niet. Of creëer je niet. Of zie je niet. Ik denk wel liefde en angst. Want voor mij, liefde omvat heel veel. Hè? Liefde is voor mij ook vertrouwen en moed. En als het gewoon heel zwart-wit gaan bekijken van oké, dat is eigenlijk ook niet. Want ook donker en licht heeft dan weer twee kanten. Donker kan positief zijn en donker kan negatief zijn. En licht ook. Licht kan ook donker en negatief en positief zijn. Als in dat licht je ook kan verblinden of zo? Absoluut. Ja. Of kijk naar een kind wat te veel bemoederd wordt. Te veel beschermd wordt. Ja. Ze zegt bescherming is positief, is licht. Te veel van iets is... Daarom, het komt altijd terug op het balans. Ja. Het in balans brengen van de tegenpolen. Van mannelijke energie, vrouwelijke energie, van het licht, het duister. Van liefde en angst. Want ook angst is niet per se slecht, hè? Ja, als er een beer achter je aan zit, dan is het nogal gepast. Als jij de weg oversteekt ook. Ja. Zijn uitnodiging krijgt voor de GGD. Van de GGD. Is het ook wel gepast... Ja, het angst van... En niet per se angst van... Oké, als ik dit prikje niet neem, dan ga ik dood aan corona. Maar wel van oké, wat spijt ik in mijn lijf? En is dat wel het juiste voor mijn lijf? En weet ik eigenlijk wel goed genoeg wat erin zit? En mag ik dat wel helemaal vertrouwen? Dat is wat mij betreft een gepaste vorm van angst. Ja. Maar niet die moslimbuurman naast jou. En... virus die in de lucht hangt en persoon naast jou in de tram die geen mondkapje draagt. Ja, over angst gesproken en moed. Ik vond het wel, zeg maar, vanuit waar je vandaan kwam, best gevestigde media en zo, om dan zo bij Black Box in één keer de andere kant van het verhaal te gaan vertolken daar. Ben je nooit angstig geweest? Heb je het gevoel gehad dat je daar toch wel wat moed voor nodig hebt? Of hoe heb je dat ervaren?
Om bij Blackbox te werken? Ja, om dus inderdaad daar in Blackbox best wel echt, ja, toch wel. Toch wel de radicale standpunten in ten, of de radicale standpunten te vertegenwoordigen. Op een of andere manier. Oh, mijn stoel, ja, zo zie ik dat niet. Hoe zie jij dat? Ik zie dat niet als radicale standpunten. Nee, oké. Okay, ik zie het gewoon als er is een verhaal en er zijn meerdere kanten van het verhaal. Ik wacht eventjes. Ja, mijn stoel is aan het instorten hier. Oh. Mijn studio is crackier als dat ik zelf denk. Nee, oké, okay, natuurlijk. Ik vind het zelf ook niet radicaal. Maar het staat wel haaks op datgene wat gepropageerd wordt in de mainstream media. Ja. En zal daarom door mensen die in mainstream media verkocht zijn toch wel vrij radicaal geoogd worden. Ja. Ik heb hier ook altijd wel gehad van wat ik hier zit te doen. Het kan maar zo zijn dat iemand daar iets van vindt. Ik heb niet zo heel veel bekijkers. Maar bij Blackbox is toch, wat is het, de 100.000 abonnees en zo. Dat is toch een behoorlijk hoge impact. Heb je nooit spannend gevonden op zijn minst of zo? Geen angst. Je had zoiets gewoon van, dit is het juiste. Nee, omdat het vanuit een behoefte was. Kijk, ik dacht te zien van, oh, het gaat deze kant op. En dat wordt wel heel bewust gedaan. En ik mis gewoon informatie over deze kant. En ja, ik was niet, nee, bang voor wie? De meningen van anderen, bijvoorbeeld. Oh. En dan mijn omgeving, of bedoel je dan? Ja, zoiets in. Nee, ja, dat heb ik altijd wel gehad. Niet de angst, maar de mening van anderen, of dat mensen niet snappen waarom ik bepaalde keuzes maak. Hm. Dat had ik bij Po-nieuws. Ja, oké, okay, ja, ja, ja. Waarom ga je als Marokkaan of als moslim bij Po-nieuws werken? Zij zijn moslimhaters. Dat is hoe mensen dat dan zien. Ja. Dus die je mening. Je hebt altijd wel altijd, ja, een beetje altijd die grens wel bewandeld. Ja. En mensen die dan bijvoorbeeld wel heel erg overtuigd zijn van wat gevestigde media zegt en niet kritisch nadenken. Ja, die hadden inderdaad wel wat te zeggen, maar was ik daar bang voor? Nee. Hmm. Nee, het was echt, ja, een vorm, klinkt misschien heel hoogmoedig, maar een vorm als verzet. Ja. Weet je ziet gewoon dat mensen gebrainwashed worden en je hebt zoiets van, oké, ik snap dat jullie allemaal denken dat mainstream media altijd de waarheid zegt, maar dat zijn ook maar mensen. En mensen volgen elkaar. Dus als altijd maar dit wordt gezegd, dan geloven mensen dat allemaal. Terwijl als, het maakt niet uit met wat, het maakt niet uit wie wat zegt. Onderzoek gewoon de volledigheid ervan. Want met alles zijn er altijd meerdere kanten van het verhaal. Altijd. Ja. Dus of het nou mainstream is of een alternatieve mediakanaal, onderzoek gewoon de verschillende perspectieven. En denk je dat Blackbox die rol daar een beetje mooi in heeft vervuld? Zo de ik denk dat tijd? Blackbox en heel veel andere mediakanalen echt een hele belangrijke en nodige aanvulling zijn geweest. En nog steeds zijn. Hmm, yeah. Absoluut. Want je bent uiteindelijk wel weggegaan daar. Had je zoiets van, mijn tijd is hier klaar? Of, Ja, bijna 2 jaar gedaan. En dat is dan wel een beetje max waar ik altijd. Ja, ik blijf nooit langer dan 2 jaar. Ja. Het is 2 jaar, jongens. Het is tijd om door te gaan. Ja, nee. En ook de noodzaak op dat moment was voor mij iets minder. Want corona was voorbij. En alles, nou ja. We gingen terug naar, nou ja, niet naar normaal. Maar we gingen nu media maken. Wat ook super belangrijk is. Maar voor mij niet op dat moment een hele hoge prioriteit heeft om me op te focussen. Mm. En kijk, het zijn wel dingen waar je je mee bezighoudt. En ik voelde gewoon dat het voor mij tijd was om me bezig te houden met andere dingen. Voor mij was het echt belangrijk tijdens corona ook gewoon. Weet je, ik zag vooral mensen in mijn eigen kring. De eerste keer dat we bijvoorbeeld een familiegelegenheid hadden, kwamen we binnen en iemand wilde me niet knuffelen. Vanwege de medische dingen. Nee, en ik heb veel gereisd en dadelijk heb ik iets en dan besmet ik je. Oh, kom, geef me gewoon een knuffel. En weet je, dus, en toen had ik echt zoiets van, wauw, media is zo freaking krachtig. Mm. Dus het voelde voor mij gewoon, ik had gewoon een zware behoefte om media in te zetten. Om de andere kant te laten zien. En het was gewoon heel mooi hoe dat op elkaar aansluit. En hoe Flavio Pasquino op mijn pad kwam. En het was gewoon het moment. Ja. Ja, ik wil toch wel even de hele boel even brengen naar jouw podcast natuurlijk. Wijsdom. Ik wil even die trailer denk ik laten zien.
Als ik hem zo snel mogelijk vind. Heet die trailer gewoon? Als je naar video's gaat. Kan hem eens goed zo. Trailer kan ook inderdaad. Nee, toch niet. Oh, dark. Als je dark en light doet. Hier zo, deze. Oh. Nee, ook niet. Ook niet. YouTube wordt er niet beter op zo. Als je gewoon naar video's gaat, dan een klein beetje naar beneden. Nog meer. Een klein beetje scrollen zo. Daar is hij. Hier, deze. Ja. Ja. Did I find my light? Engage my lower and my higher while I'm in between the fight of wrong and right. Role-playing in the parade of nature while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are. In the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed. Ja, super mooie trailer. Wat inspireerde jou, zeg maar? Maar je bent natuurlijk weggegaan bij Black Box. En toen dacht ik van, ik ga dit nieuw leven inbrengen of zo. Want volgens mij heb je niet helemaal niks, zeg maar. Nee, klopt. Wat inspireert mij? Nou ja, ik vind gesprekken voeren, perspectieven delen. Dat vind ik heel belangrijk. En daar haal ik zelf ook heel veel inspiratie uit. En heel veel energie uit. En... ja, wat ik een klein beetje bij Black Box miste, en dat heb ik ook wel eens aangegeven, is van hey, laten we ook gewoon iets meer de menselijke kant van dingen belichten. We zijn nu zoveel bezig met wat anderen doen, hè, bijna de boosdoener aanwijzen. Maar misschien kunnen we ook meer kijken naar wat kan je nou zelf doen? Het iets meer betrekken op onszelf. En dat is natuurlijk een hele andere benadering. Ja. Maar ik voelde die behoefte voor mezelf heel erg. En nou ja, als je iets wil, dan moet je het gewoon zelf gaan doen. Ja. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook gaan praten met mensen. En het idee was, ik praat natuurlijk altijd al met mensen, maar ik dacht van dit is leuk om vast te leggen. Want ik heb het idee dat wij als mensen nader komen. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren. Het zal vast nog wel millennia's doorgaan wat we hier aan het doen zijn. Maar dat we, ik heb wel het idee dat we iets aan het doen zijn met z'n allen. Ergens naartoe aan het werken. En ik heb het idee dat we dat gesprek voor gesprek doen. Dat we echt door met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, steeds dichter bij elkaar komen, steeds dichter bij de waarheid. En ook al is het een één levend jaar, kom je misschien maar 0,00001 promiel ergens in de buurt van wat de ultieme waarheid zou zijn. Iedereen draagt daaraan bij, door de hele mensheid heen. En ik denk van ja, volgens mij, want er wordt weinig gepraat. Er wordt wel veel gepraat, maar er wordt weinig gezegd. Er wordt weinig gezegd, ja. Exact. En iedereen praat elkaar na, iedereen zit in templates, iedereen zit natuurlijk in fatsoensnormen en al dat soort zaken. En ik wou dat doorbreken op mijn eigen manier, door gewoon te laten zien van, we kunnen gewoon praten met elkaar. Je kan met iedereen ook praten, want dat merkte ik in die pandemie heel erg, dat associatie of dood door associatie, omdat er dan iemand ergens in gelooft en dan ben je daarbij, dan daarom ben je ook in deskrediet gebracht. En ik probeerde daar gewoon doorheen te beuken, iedereen langs te komen en gewoon lekker gesprekken aangaan. Ja. Ja, want dat is eigenlijk dezelfde behoefte. Ik merk dat dat ik soms hele goede gesprekken kan hebben met mensen. En dat voor mij op dat moment zo inspirerend en soms zelfs helend voelt. Ja. Dat je echt van die momenten hebt dat je denkt, wauw. Ja, gewoon van die verhelderde. Ja, en zo vaak heb ik gedacht van, oh, je moet eigenlijk gewoon een camera bij. Als hier een camera bij was geweest, dan hadden zoveel mensen kunnen meegenieten. Van dit gesprek. Dus daarom heb ik ook geprobeerd een beetje een informele huissetting te creëren. Lekker laag op de grond, theetje erbij, kaarsjes aan. Om eigenlijk die setting te mimiken waar die veilige en inspirerende gesprekken vaak uitkomen.
Het is ook wel leuk om te zien, om sommige mensen oncomfortabel te zien op jouw poeven. Ja, niet iedereen kan zo zitten. Nee, vond het mooi om Michiel, die zat meteen helemaal, die is gewoon volgens mij anderhalf uur in kleermaken zitten. Ja, klopt. Oh, maar mijn knieschijf barst er al uit als ik eraan denk. Maar ook dat zijn we verleerd, hè? Omdat we altijd maar op stoelen zitten. Yeah. Omdat we op een toilet zitten. Vroeger dan zat je gewoon laag gehurkt op de grond. Wat eigenlijk een hele goede positie is om je nummer 1 en 2 te kunnen doen. Ja, want de darm die staat veel rechter, zeg maar. Hè? Ja, dus het is alles, gewoon vet. Je hoort gehurkt te zitten eigenlijk. Ja, het is in alle opzichten gewoon veel beter voor je lichaam. Om op die manier jezelf te ontlasten. Maar goed, dat zijn we allemaal verleerd. Probeer nu nog maar eens zo te zitten. Nee, ja, ik zie dus heel veel. We hebben hier heel veel verschillende culturen. Vaak ook nog wel mensen vanuit die dan net hier aan het integreren zijn en zo. En dan zie je vaak dat nog wel eens groepjes mensen van allerlei culturen, hoor. Maar ook vanuit Polen en al dat soort dingen. Maar die gaan gewoon platvoets, zo, gehurkt. Ja, ja. Peukje zitten te roken ergens of zo. Ik denk, hij zit gewoon comfortabel daar te wezen. Ik had dat ook in Marokko. En dan kom ik bij mijn familie. En dan zit mijn tante gewoon gehurkt. En dan zit ze zo dingen te wassen. En ik van, oh, dat is voor mij yoga. Ja. En dat is voor mij echt even die 2-3 minuten dat ik denk van, adem goed door. Ja, dit doet pijn, maar blijf zitten. Dat is voor mij gewoon echt training. Ja. Dat zijn wij helemaal kwijt. Gewoon die souplesse en die flexibiliteit in je lichaam op verschillende manieren kunnen gebruiken. Wij zitten maar achter computers en op hoge krukken en we maken het onszelf comfortabel. Maar we verliezen gewoon eigenlijk heel veel belangrijke functies in onze lijf. Ja, maar dat is het wel. Hè? Net een tijdje geleden hadden we het over inderdaad de AI, weer mens maken en al dat soort dingen. Maar je hebt wel echt gewoon constant opnieuw allerlei technologieën die wij implementeren. En echt hele simpel, hè? Dus inderdaad de wc, de stoel, maar dan ook misschien de pc nu of de typemachine, die allerlei zeer onnatuurlijke houdingen of levenswijzes van ons verwacht, waarbij die gewoon echt een aanslag hebben op ons lichaam en daardoor ook op onze geest. Denk je niet dat is wel een beetje die balans met die technologie. Want het kan best wel ons mens maken, maar het kan ons ook, zeg maar, verder van wat wij als mens eigenlijk van origine horen te zijn, om ons daar nog verder van af te trekken. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Ja. Met elke ontwikkeling heb je dat. Waarbij je hebt een ontwikkeling, een tool, en dat kan je gebruiken om jezelf ook meer mens te maken, of om jezelf nog meer te verwijderen van dat mens zijn. Ja. En die twee bewegingen zullen er ook altijd zijn. Maar dan haal je toch op een gegeven moment dan een toch twee soorten mensen over, zou je zeggen. Als mensen je dat doortrekt. Robots. Ja, of androids dan. Hè? Dus, ja, want ik zit er wel heel vaak over te fantaseren van, maar gaat deze toekomst heen en zo? En ik zie dan inderdaad wel zo'n wereld waarbij we heel erg verleid worden om de digitale hive mind in te gaan, om onze capaciteit te verhogen, om slimmer te zijn dan de rest, om beter te zijn dan de rest en al dat soort dingen. En daar eigenlijk een stukje van jezelf en je mensheid in verliest, want dan zit je met je Neuralink ingechipt en dan kan je met je mind je hoverboard besturen ergens naar weet ik veel wat voor een space game hall en dan ga je daar met de hele wereld zitten gamen in het universum of zo, ik weet niet. Maar ruik je dan nog wel eens een bloem? Weet je, maak je nog wel eens wat te eten voor jezelf met een paar simpele ingrediënten? Dus, en ik vraag me af of dat naast elkaar, het is, ik denk het wel. Hè? Meestal een utopia en een dystopia zijn twee, dus eigenlijk hetzelfde construct wat je dan uit elkaar haalt voor je leuke, voor een mind exercitie. Maar het bestaat natuurlijk niet zoiets als een ultiem utopia en een ultiem dystopia. Het is altijd gemengd. Maar ik zie wel, het is wel moeilijk om inderdaad af en toe die gedachte te hebben van, oh, dat gaat allemaal goed. Het is allemaal heel, het kan heel macaber worden allemaal. Ik denk dat het ligt aan waar je op focust. Ja. Ja, het is vooral omdat ik met het internet nu al dingen af en toe zie gebeuren met hive minds. Gewoon van mensen die, en dan inderdaad of aangestuurd door allerlei campagnes, maar ook gewoon dingen die uit zichzelf ontstaan, zeg maar. Die Andrew Tate dingen en zo en al dat soort dingen. Dat van hele mensen die dezelfde taal gaan doen en zich helemaal loskoppelen. En dus nu is dat nog vrij zichtbaar, omdat iedereen nog daadwerkelijk naar een mobieltje moet kijken. En dat zie je dan soort van, hé, hij kijkt naar een mobieltje, maar straks zit het in je hoofd. Ja. Dan weet je allemaal niet meer wat er gebeurt. Van, nou, bij mij gaat het niet in mijn hoofd, maar ik ga misschien maximaal met zo'n brilletje oplopen. Maar dan ben ik al veel, veel verder dan dat ik ooit had willen zijn, zeg maar. Maar je weet dat ze er gaan zijn, mensen met een neurochip in de hoofd. Klopt. Dus ga je er tegen afzetten? Ja.
Ja, ik zeg altijd heel veel mensen die zeggen ook van dat moet je niet doen. En ook als ik over praat af en toe, en zeggen van ja, denk je dat dan echt? Je probeert het alleen maar te verheerlijken en zo. En ik nee, je kan het niet ontkennen. Nee. Het gaat gebeuren. Ja. En je moet je erop informeren. En ook als er mensen zijn die zich wel daarin gaan verliezen, dan wil je toch weten waarom dat gebeurt of zo. Ja, en hoe het werkt. Want dan kan jij je weer aanpassen op die mensen. Want het is wel gewoon. Je deelt wel deze wereld samen. Dus je gaat het ook samen moeten doen. Ja. Dus ja, je kan ervoor kiezen om het niet te doen. Maar er zijn mensen die ervoor kiezen om dat wel te doen. Ja. En ik denk dat het ook gewoon goed is om jezelf steeds te blijven afvragen waarom je iets niet doet. Ik heb bijvoorbeeld. Ik heb al. Ik weet niet hoe lang een iPhone. En een paar jaar geleden toen had ik een. Ik denk 2,5 jaar geleden had ik een nieuwe iPhone gekocht. En ik had zoiets, maar ik wil die facescan niet. Yeah. Dus ik heb die facescan had ik niet geïnstalleerd. En dus ook geen iris en dat soort dingen. En goed, dat is nu 2 jaar geleden. En ik heb echt vorige week heb ik voor het eerst die face ID aangezet. En ik wilde dat eerst dus niet doen, omdat ik zoiets had van ja, en dan hebben ze alle hoeken van mijn gezicht. En dan, ja, wat gaan ze met die informatie doen en noem maar op. Dus elke keer, ik heb 2 jaar lang gehad dat als ik iets wilde afrekenen of mijn telefoon ging ontgrendelen, dat ik steeds mijn code handmatig moest invoeren. Ja. En ja, dus eigenlijk vanuit het wantrouwen en niet weten wat ermee gaat gebeuren. En vorige week had ik echt zoiets van, wat denk je nou echt dat ze jouw gezicht niet hebben? Ja. Ik heb nu Face ID niet ingesteld. Maar denk je nou echt met de hoeveelheid, hoe vaak ik naar mijn telefoon kijk en alle FaceTime gesprekken die ik heb, dat ze niet gewoon alle hoeken van mijn gezicht hebben als ze die willen hebben. Mm. Die hebben ze al lang. Dus ik hou mezelf nu een hele handige functie. Die hou ik achter voor mezelf. Uit een soort van wantrouwen. Terwijl dat de type informatie is die ze toch al lang hebben. Ja, een soort van ongefundeerde wantrouwen. Ja, precies. Maar, ja. Zo van, ja, en dus ik heb hem vorige week ingesteld en ik had echt zoiets van, holy shit, had ik dit maar eerder gedaan. Het scheelt zoveel. Ja. En ik had het, maar op basis waarvan besluit je om iets niet te doen? Ja, want ik heb dat ook met want ik kom vanuit de online marketing en dan wordt er geacht dat je met de hele Google gebeuren daar gewoon allemaal in meegaat. Als je website-analyses maakt en je zoekwoorden, rapporten en al dat soort zaken, dan maak je gebruik van de tools die Google jou geeft. In ieder geval zo kregen we dat op school te horen. Dus ik ben al eigenlijk sinds het begin helemaal geïntegreerd in Google met allemaal accounts en met de telefoon en de hele bende en zo. Maar ik weet ook heel goed dat ze daardoor al mijn data hebben. Hè? Dat ik inderdaad vatbaar ben voor allerlei reclames. Dat als ik aangesproken word door een of ander bedrijf, dat ze waarschijnlijk donders goed weten wie ik ben. Misschien wel zelfs beter als dat ik ben. En dan krijg ik dan van heel veel mensen te horen dat ik dan, ja, dus, bluepilled en je laat je maar gewoon alles meenemen en zo. En ik heb zoiets van, nee, ik weet het donders goed wat er gebeurt. Wat de technologie is, hoe die data lopen, hoe dat allemaal in verbinding staat met elkaar. En alsnog maak ik er bewuster gebruik van. En ik leg me daarbij neer. Hè. Ik vind het heel erg handig dat alles geconnect is. Dat ik met mijn Google, dat het aan alle apparaten zit. Ik ben een YouTuber. Ik maak heel veel gebruik van YouTube. Maak heel veel gebruik van andere social media. Dat kan allemaal in elkaar aangelogd worden. Ik weet mijn god niet welke wachtwoorden er allemaal zijn. Ik heb denk ik wel 50 verschillende accounts van social media, mail accounts, andere omgevingen, properties van websites en weet ik veel wat dan niet. Ik heb dat allemaal in mijn wachtwoordmanager staan van Google. Graag, weet je. En als ik daar niet gebruik van maak, dan heb ik iemand die zegt van, eigenlijk moet je Linux nemen en dan moet je dat je de-googled phone nemen en dan kan je helemaal in modulair en dan kan je het helemaal zelf inrichten. En ik denk, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil dat niet zelf inrichten. Ik heb daar geen zin in. Ik kan dat niet. Ik word daar gefrustreerd van. Dus ik heb me daar ook bij neergelegd van, oké, ik maak gebruik van al deze dingen. Ik weet wat ze ermee doen. Ik pas me er ook op aan. Ik ontwijk schichtig alle reclames die naar me toe worden gegooid. Ik wil dat helemaal niet zien. Ik zet het uit. Ik zeg meteen van, ik wil dit niet zien of zo. Of dit is beledigend of zo. Maar ik snap wel heel goed. Hè, daar gewoon, ja. Maar er is iets anders. Ik denk dat het sleutelwoord gewoon bewust is. Ja. Inderdaad. Als je er een bewuste keuze in kan maken, dan ben je al volgens mij op 80%. Ja, ja, en in dit geval, kijk, mijn motief was totaal ongegrond. Want dan zou ik eigenlijk ook gewoon die hele iPhone niet moeten gebruiken. Ja. Dus het is zo, ja, hoe ver ga je? Heel veel dingen zijn ook wel gewoon gemak.
Ja, maar en... dat is wel hoe ze ons pakken natuurlijk, hè? Op het gemak. Dat is wel hoe je erin Ja, het is gemak afwegen op de nadelen, maar ja, misschien ben... was ook gemak, zeg maar, hè? Was makkelijk zo'n spuitje, zo is het mij ook voor. Is makkelijk, en lekker op vakantie en zo, weet je. Dat... Ja. Ik weet niet, daar ben ik niet voor gevallen, want ik had zoiets van, dat is voor mij geen gemak. Nee. Ik weet niet, het voelde voor mij juist heel ongemakkelijk, een spuitje. En vakantie deed ik toch wel, maar dan naar de landen waar die regels niet golden. Ja, ik ben ook met de auto naar Polen gereden, was niks aan de hand. Ja, precies. Ja. Dus ik weet niet, ik denk dat er altijd wel manieren zijn, maar dat je voor jezelf moet kijken van waarom doe ik wat ik doe. Ja. En ik had zoiets van, ja, ik ben mezelf een hele fijne functie aan het onthouden op basis van, ja, ik weet niet wat ze met mijn gezichten en met mijn kenmerken gaan doen, terwijl die hebben ze al lang. Ja. Dus ja, je kan jezelf ook heel erg tegenhouden uit angst voor wat. Ja, je kan jezelf helemaal gek maken aan het eind van de dag met al die dingen. Ik moet trouwens echt heel nodig naar de wc. Dan moet je dat zeker doen. Ja? Dat kan gewoon, ja. Oké, waar is dat? Is hier de deur uit rechtdoor. Dan zet ik wel even gewoon even een klein stukje van jouw podcast op. Ik ben heel benieuwd welke je gaat doen. Only in the... Ik denk die met Michiel Koperdraad. Ah, nee. Ah, ja. Dit is op die manier. Mentale pijn. En toen kwam ik bij... Macht is als ik controle heb over jou, vind ik. Maar jij kan zeggen, ik neem de controle over mijn leven. Design your own life. Tenzij je ervoor kiest. Nee, ik laat andere mensen dat voor mij doen. Mm. Ik laat jou mijn leven designen. Mijn ouders. Ofwel maatschappij, ofwel overheid. Dus dan is de macht over jezelf is weg. Heel veel mensen laten zich leven zonder dat ze dat doorhebben. Want iedereen wil heel veel, maar ze bereiken nooit iets omdat het niet hoeft. En mensen zeggen, oh, dat zou ik ook wel willen. Ik zeg, nee, dat is niet waar. Je houdt jezelf voor de gek, want als je het zou willen, zou je het doen. Het grootste probleem waar wij last van hebben, is de stress die we zelf creëren. Als er geen vijand is in jou, is er niets om tegen te vechten en kun je nooit verliezen. En als je nooit kunt verliezen, kun je alleen maar winnen. Jij bent natuurlijk in ieder geval onderdeel van het probleem. En dat wil je op dat moment niet accepteren. Nee. Want dat weerstand. Het ligt niet aan mij. Ja, nee. Je gaat direct in de weerstand. Ja. En zolang je in weerstand zit, kun je niet accepteren. Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher. While I'm in between the fight of wrong and right. Role-playing in the parade of nature. Waarschijnlijk weet je het helemaal niet, maar jij was een van de eerste mensen die een uitnodiging van mij had ontvangen toen ik, vlak voordat ik ging lanceren met deze podcast. Nee. Jij was de eerste die ik had uitgenodigd. Geen idee. Hoe lang geleden is dat? Dat is, ik denk, 8 maanden terug. Oké. Okay. En toen was je in Nederland. Ik zag dat je in Nederland was. Ik dacht, oh ja, maar Michael wil ik hebben. Ja. Wat leuk. Dus ik had toen aan mijn collega Flavio gevraagd of hij even een balletje wilde opgooien. Ja. Maar je was iets te druk. Ja. Maar ik ben blij dat het nu 8 maanden later zover is. Ja, nou fijn. Dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, ik ben welkom er. Michael. Fijn dat je er bent. Ja. Ik ga er even vanuit dat de meeste mensen je natuurlijk kennen. Als dat niet het geval is, geef even een Google of vertel even wat meer over jezelf. Ja, nooit van uitgaan, want ik merk ook dat er altijd heel veel mensen zijn die geen idee hebben wie je bent. Ik schrijf boeken en ik spreek over zelfontwikkeling, zelfrealisatie, bewustzijn. Dus als ik het in één woord moet samenvatten, zeg ik altijd waar heb ik het over? Over bewustzijn, mensen bewust maken. En het credo dat we gebruiken... Nee, ik kwam Michael tegen. Ik dacht, oh, die zet ik er even op. Ik wist, mijn moeder is enorm gecharmeerd door Michael, inderdaad. Ja. Ik heb hem vaker geluisterd. Ik zeg altijd al, het is altijd wel fijn om naar te luisteren. Hè. Dus het klinkt altijd als een soort van ultieme waarheid. Hè. Alleen, ik heb altijd wel zoiets van, ja, het is makkelijker gezegd als gedaan allemaal. Hè. Tuurlijk, met alles, hè. Hoe was dit? Hoe was dit gesprek? Heb je heel fijn. Ik vind het een hele fijne man. Ik hing echt aan zijn lippen, want hij kan zo goed zijn stem gebruiken en hij praat zo beheerst en vindt de juiste woorden. En een hele fijne man. Ja, ja, want ik zie qua onderwerpen op jouw podcast ook iemand die vanuit de tempelierskant belegt. Nou, natuurlijk dan Michiel dan heel erg vanuit de zelfbeheersing. Michael is ook heel erg zelfbewustzijn, creatie, manifestatie volgens mij zelfs ook, hè, als ik het goed begrijp.
Hoe sta je al in dat onderwerp? Ben je ook een beetje esoterisch ingesteld, zeg maar? Ja, heel erg. Ik ben vooral de afgelopen jaren heel veel bezig geweest met de binnenwereld en esoterische kennis. Van, hè, wat is mens zijn eigenlijk? Wat zit er eigenlijk allemaal in je? Wat kan je ermee? En ja, er ligt een hele wereld. Dus ik probeer daar door middel van verschillende gesprekken met mensen die mij intrigeren of inspireren, probeer ik daar leuke podcasts voor over op te nemen. Maar ja, ik heb een groot gedeelte van mijn leven ben ik vooral bezig geweest met de buitenwereld, exoterische informatie en kennis. En eigenlijk vanaf 2015 is die verschuiving naar binnen gegaan. Hmm. Dat was dus dat punt van spiritueel ontwaken waar ik het net over had, toen ik dus ook besloten om de media uit te stappen. Wat heeft dat eigenlijk veroorzaakt? Ik weet niet of dat ik denk gewoon een samenloop van omstandigheden. Klikte gewoon in één keer. Ja, gewoon een samenloop. En ja, op een gegeven moment voel je gewoon, ik voelde me eigenlijk niet zo heel gelukkig, terwijl ik wel volgens maatschappelijke normen alles had. Ik zou een rijk en vol leven hebben, maar ik voelde me super leeg. En op dat moment voelde ik dat eigenlijk het roer gewoon volledig om moest. Dus dat hoe is het inmiddels? Nou, dat lege gevoel is er gelukkig niet meer. Er is veel meer zingeving en veel meer begrip. Ja, er is echt zoveel anders. Op heel veel vlakken zijn er dingen getransformeerd. Zijn er dingen anders. Gewoon überhaupt hoe ik in het leven sta, hoe ik naar het leven kijk. Hoe ik naar mezelf kijk. En is dat dan echt gepaard ook met heel veel andere acties die je doet? Of is dat voornamelijk een staat van zijn? Ja, het is een staat van zijn, maar wel gegroeid in een staat van zijn door een reeks aan acties en non-acties. Okay, ook gewoon niets doen, ja, mediteren. Ja. Andere type kennis, andere type mensen in mijn omgeving. Dus eigenlijk ook door heel veel dingen heel anders te doen. Maar dus je zegt van ik heb acties ondernomen en daardoor is een ander staat van zijn gekomen. Ja. Ik heb soms dat ik meer andersom heb gedaan. Dat ik eerst een andere staat van zijn heb ontwikkeld en dat daardoor het allerlei acties zijn gekomen, zeg maar. Maar ja, dat is wel grappig inderdaad. Maar dit is die, want nu, hè, als we het hebben over bijvoorbeeld zingeving. Wat betekent dat? Wat zijn dingen die nu zin geven in jouw leven? Waar haal je die uit? En dan vooral ten opzichte van 2015 en daarvoor? Nou, toen was het vooral mijn werk en de validaties vanuit mijn werk. Validatie vanuit partner. Validatie vanuit de buitenwereld. Mm. Vanuit mijn kring, vanuit familie. En nu is het meer op zoek naar mijn eigen stem. Daar is podcast ook, mijn podcast Wijsdom is daar ook uitgekomen. Het is eigenlijk gewoon steeds op zoek naar, ja, wat is mijn stem in een wereld waarin alles gezegd wordt, waarin er veel gedacht wordt en veel opgelegd wordt. Wat vind ik en wat voel ik? En wat vind ik belangrijk? Wat wil ik bespreken? Wat wil ik aandacht geven? Wat wil ik creëren? Dus heel erg op zoek naar mijn authentieke stem. Hmm. Ja, dus echt, zeg maar, zoals ik begrijp dan, meer. Ja, want het klinkt heel vaak als je zegt van, oh, ik ga nu even lekker met mezelf bezig. Dat het vaak een beetje egoïstisch klinkt van, oh, dan ga je dan niet meer aan anderen denken. Maar ik heb zelf altijd zoiets van, nee, als ik goed met mezelf bezig ben, dan kan ik ook juist iets dienstbaars zijn voor anderen. Precies. Ik heb ook het idee dat ik met dit ook iets doe voor anderen. Ik vind het zelf enorm leuk om te doen. Maar ik bied ook iets aan een andere. Dus ja, beter als dat ik ergens chagrijnig in de supermarkt sta weg te kwijnen en dan vervolgens dat zit af te reageren op mijn omgeving. Exact, zeg maar. Ja. Ja. Maar die zingeving. Want ik heb het idee van, er hoeft niet heel veel
radicaalste gebeuren in jouw leven? In ieder geval, zo heb ik dat ervaren, zeg maar. Ik heb niet het idee dat ik heel veel anders leef als voorgaan. Alleen dat ik de dingen anders tot me neem. En dus ik ben nog steeds gewoon mijn leven aan het leiden. Probeer een sociaal leven te hebben. Ik probeer bezig te zijn met dingen die ik leuk vind. Heb ik altijd al geprobeerd. Was er iets minder succesvol in, omdat ik me juist liet afleiden door allerlei randzaken. Maar nu doe ik er eigenlijk dat nog hetzelfde. Alleen ik voel me er beter over. Mm. Dus ervaar jij dat ook zo? Of zijn het echt twee hele andere werelden, posten? Nou, ik heb wel echt, om daar te komen, heb ik mezelf heel bewust een bepaalde fase in mijn leven heel erg geprobeerd uit te dagen. Om uit mijn comfortzone te stappen. Dus juist waar ik normaal gesproken nee zeg tegen bepaalde activiteiten of ideeën, dacht ik, oké, kijken wat er gebeurt als ik ja zeg. Mm. Wat gebeurt er met me als ik het wel doe? Ik had totaal geen ervaring met verschillende vormen van meditatie of verschillende vormen van yoga. Ik ben gewoon alles gaan proberen. Ja. Als ik weerstand voelde over bepaalde type informatie, in plaats van dat af te sluiten, dacht ik van oké, maar wat zit er dan? Dus ik probeerde mezelf eigenlijk op een andere manier te ontdekken. Maar dat betekende dat ik dus dingen ook op een andere manier moest doen. Dus ja, voor mij is dat wel zo geweest dat ik toen ben ik bijvoorbeeld ook gaan experimenteren met psychedelica. Deed ik daarvoor ook niet. Hmm. Dus ik heb heel veel dingen heel anders gedaan. Wat voor een psychedelica heb je mee geëxperimenteerd, als ik vraag mag? Ayahuasca. Oké, ja. Mushrooms, peyote, DMT. Met ayahuasca is toch wel, dat is wel een heftige. Die heb ik zelf nooit gedaan. Ayahuasca vond ik zelf het minst heftig. En je? Ja. Ja, ik vond mushrooms, die heeft meeste impact gehad. Okay. En DMT. Ja, ja. Lange DMT of gewoon de korte, de in reële wereld korte ervaring, maar die dan in jouw hoofd waarschijnlijk in de eeuwigheid. In de reële wereld, 12 minuten. Ja, ja, inderdaad. Ja. In die wereld, miljoenen jaren aan informatie. Damn. Machine Els? Wat? Machine Elves. Machine Elves? Dus some andere beings, zeg maar. Ja, ja, van alles. Van alles. Maar ook een van mijn profound ervaringen in DMT-wereld was dat ik begreep en kon erkennen waarom het goed is dat je als mens vergeet. Mm. Dat je geboren wordt en gewoon vergeten bent wat daarvoor is gebeurd. Ja, ja. Dat je niet alles meer weet. Want in die trip van 12 minuten kreeg ik echt zoveel informatie van zo ongelooflijk veel jaren. En dat was zoveel dat ik dacht van, wow, ik ben blij dat ik niet alles weet. Nee. Hoe moet je daar iets mee doen? Hè? Ja. Ja, want als je iets weet, dan leef je daarmee en moet je er ook iets mee. Of vaak doe je er iets mee. En daar kwam ik eruit en dacht van, oh, maar daarom is het goed dat wanneer je geboren wordt, dat je ook gewoon een deel lekker daar in je onderbewustzijn hebt. Want het is te veel. Ja. Het is echt te veel. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Ja. Ja. Want we dragen in de kern informatie van tot het begin der tijd. Hm. Dat is veel, hè? Nee, dat, alles is dat. Alles. Dat is veel. Dat is echt veel. Ja. Kijk, het is mooi om daarin te kunnen tappen. Maar om bijvoorbeeld die staat waarin ik zat, dat je op dat moment alles weet en alles ziet. Nee, dat is niet fijn. Nee. Niet altijd. Je kan er niet zoveel mee, zeg maar. Nee. Ja, ik heb zelf met DMT, ik heb nog nooit echt een zieke informatiedump gehad. Ik heb wel inderdaad met hele, wel informatie overload, maar vooral in prikkelingen en in zicht en in vormen en al dat soort dingen. En de verbintenis gevoeld, dat ik dus inderdaad ook echt dacht van, oh, we zitten daar allemaal in. Waarbij ik eigenlijk het hele sterke idee heb gevormd dat wij, over gedeeld bewustzijn gesproken, eigenlijk allemaal, er is ergens ooit in het verleden is er een punt geweest, weet je wel, er was licht, dat soort dingen. Daar is bewustzijn ontstaan in een soort van, hè,
nietsheid. Dat heeft zichzelf gecreëerd. En dat zijn wij met z'n allen, nu heel veel biljoenen jaren verder, uiteindelijk oneindig veel gedeeld en nog verder gedeeld en nog complexere dingen. En nu zitten wij dus hier. Maar wij zijn dus weer die bewustzijn aan het ervaren vanuit binnenuit dat hele complex gemaakte systeem. Om dat vanuit de andere kant te ervaren, zeg maar. Maar dus inderdaad ook precies wat je zegt, met een doel om niet alwetend te zijn. Want daar is schijnbaar niks meer te behalen. Alwetend zijn is alwetend zijn. En je wil juist meer karakter, meer ervaring, lijkt mij. Dingen ook van twee kanten zien. Het is zeg maar het ultieme dualisme is al begonnen. In het begin was er een rondje. En toen dacht hij van, nou, misschien vierkantje. En dan zegt dat vierkantje, dat rondje is in één keer, heeft in één keer karakter gekregen, omdat er een vierkantje naast staat. En dan zeg ik, oh, dit, ik ben een cirkel, omdat dit een vierkant is. En dit is wat we, zeg maar, oneindig complex veel aan het doen zijn met ons eigen bewustzijn, is aan het afwegen tegen elkaar. Oh, ik ben dit, dus jij bent dat. Ja. Dus wat zegt dat over ons hele bewustzijn en zo? Zoiets. Dus we zijn een heel groot gedeeld bewustzijn. En dan is het cruciaal ook dat je daar inderdaad niet alwetend in bent. Dat is niet de bedoeling. Niet altijd. Nee. Ja, ik zie dat van. Dat is ook wel waarom ik absoluut niet meer bang ben voor de dood. Ik heb het idee dat wij dan weer teruggaan daarna. Dan is dus alles gestript wat je hier bent bij weg. Dus je verliest je volledige identiteit. Wat soort van een beetje treurig is, hè? Want je hangt toch waarde aan wat je hier gecreëerd hebt. Maar aan de andere kant is het ook heel mooi, want dan ga je weer terug naar die plek waar je altijd al was. En je ook weer herinnert van oh, ja, oh, al die dingen waar ik me zo druk op over maak. Maak allemaal gereed uit. Dat hoort er allemaal bij en zo. En dan kan je ook, als ik zo zie ik dan de hemel, als je iets moois creëert, dit, kan je er altijd weer naar terug. Naar dat mooie leven wat je hier hebt geleid. En dat hoop ik ook hierachter te laten. Ja. En ik denk van, volgens mij is deze gedachte is constructief en gezond voor mijn leven. En daarom hou ik daar nu een beetje aan vast. En dan is dat wat gaat gebeuren. Ja. En is dat ook wel een beetje wat jij bedoelt met dat hele bewustzijn, zeg maar? Dat collectieve bewustzijn? Of zie je dat anders? Ik denk, het is zo groot. Er zijn zoveel verschillende hoeken en perspectieven. En ik denk dat iedereen op een pad zit waarbij ze een andere hoek mogen verkennen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen van, ja, dit is echt, ik geloof niet in reïncarnatie, ik kom niet terug. Dit is mijn laatste, weet je, wat ik hier heb gedaan op deze wereld, dat was het. En op deze wereld kom ik niet meer terug. Ja, geloof dat. Dan is dat misschien wat er voor jou ook gaat gebeuren. Ja. En sommigen zeggen, oh nee, ik weet zeker dat ik hier terugkom. Ik kom gewoon in een volgende reïncarnatie. Ja, dan is dat wat waarschijnlijk gaat gebeuren. Ik geloof dat alle waarheden waar kunnen zijn voor je of voor iemand. Maar het niet per se waar hoeft te zijn voor een ander. Omdat iedereen een andere route heeft. Hoeveel nut heeft het dan om te zoeken naar een ultieme waarheid? Daarom denk ik dat het goed is om te zoeken naar jouw waarheid. Wat is waar voor jou? Mm-hmm. Oké. Maar ja, in een samenlevingsverband moet het wel een gedeelde waarheid zijn, lijkt me toch? Ergens. Ja, we delen het altijd. Want op het moment dat het voor mij een waarheid is en jij leeft met mij op deze wereld. Oké, en dan zeg je van, oh, maar die leeft in die waarheid. En dan is het jouw waarheid dat die in die waarheid leeft, zeg maar. Ja, ik denk dat voor sommige mensen, bijvoorbeeld om terug te komen op corona, dat voor sommige mensen goed is dat ze een prik hebben genomen. Goed, hè? Ja, voor sommige mensen is het heel goed dat ze een prik hebben genomen. Fysiek of mentaal? Allebei. Nou, vooral mentaal. Dus iemand die zo in angst zit van, oh nee, ik ben als de dood dat ik corona kan krijgen. En dat ze een prik krijgen en daarna een vorm van rust voelen. Van, oh nee, ik ben nu beschermd. Kijk, ik zou het niet doen voor mezelf. Omdat ik denk van, ik weet niet wat er allemaal in het ding zit. Maar ik heb bij sommige mensen echt een uitwerking gezien. Dat ik denk van, die coronaprik was echt top voor jou. Ik zou het niet doen, maar ik ben blij dat het voor jou op deze manier heeft uitgewerkt. Maar als nu hopen dat het zo blijft. Ja, omdat ze echt een ontwakening hebben gehad en dachten, ah shit, ik heb mij gek laten maken. En zelfs sommigen daarna nog van, oh ja, maar ik denk toch niet dat ik voor die tweede of derde ga. Ja, ja, ja. Maar ik weet niet, ik geloof dat iedereen een eigen waarheid heeft en een eigen route. Ja. En dat is dan ook mooi, denk ik.
Ja. Ja. Je ziet wel dat het als gevaar wordt beschouwd. Hè? Dus dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Het moet heel erg homogeen zijn of zo. Ja. Want een homogene groep kan je makkelijk controleren. Ja. Het stomme is dat, dan frustreer ik me altijd wel eens aan, niet te veel, een beetje. En dan zo'n AIVD die dan dat soort rapporten eruit doet en dan allerlei groepen gaat eruit pikken en dus een naampje geven en dan inderdaad daar allemaal woorden aan gaat hangen van gevaarlijk en dat soort dingen. En dan denk ik van ja, wij betalen hiervoor. Hè? Elke dag te betalen zodat de een of andere instantie in plaats van constructief verbinding te zoeken in de maatschappij en zich eigenlijk alleen te bekommeren op onze veiligheid, allerlei gevaren aan het zoeken is om ons gek te maken over elkaar, zeg maar. Dat is, ik blijf dat apart vinden dat we daar met z'n allen gewoon voor blijven betalen de hele dag. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je dat vindt. Ja. Nou, fijn. Ik ben benieuwd. Laatste dingetje hoor. En dan gaan we het een beetje afronden. De podcast, je hebt dan inderdaad toch wel bepaalde dingen zo gedaan richting bepaalde onderwerpen. Maar wat ligt er nog? Ligt er nog iets in het verschiet? Of heb je zoiets van, zoals het nu gaat, even gewoon lekker de komende tijd door kabbelen? Of heb je al wel zoiets van iets in het vizier, zeg maar? Nou, ik denk dat ik me de komende jaren heel erg bezig ga houden met perspectieven delen. Dus dat doe ik nu via Wijsdom. Ik heb een documentaire, die komt binnenkort uit voor NPO. Oh, leuk. Maar ik ben ook bezig nog met een opzet van een andere podcast. Weer voor een specifiekere doelgroep. Dus ik denk dat de Wat voor documentaire? Mogen we dat nog niet weten? Nou, die documentaire, dat gaat over Het gaat over gevoelige onderwerpen binnen de Marokkaans-Islamitische gemeenschap. Oh, oké, okay. Oh, interessant. Ja. En dat worden vier verschillende onderwerpen. Vier afleveringen. En daarin praat ik met verschillende mensen die eigenlijk hun kant van het verhaal laten horen. Dus het is een beetje vaag. Ik weet het. Ik kan er ook verder niet. Ik kan niet zeggen wat het dan precies is, maar dat komt. Ja. Het is nodig. Met het hele Marokkanen zijn hier ook weer met het hele mokromafia-narratief en natuurlijk in het hele plaatje van integratie, of hoe noemen we dat nou? Mensen die hierheen komen, immigratie. En de islamofobie natuurlijk, is dat gewoon heel erg heet. Er zijn hier in Arnhem hebben we ook grote Marokkaanse gemeenschappen en zo. En ik heb heel veel mensen ontmoet die ook zeggen van, bro, luister, ik ga naar Marokko en ik ben geen Marokkaan. Ik ben in Nederland en ik ben geen Nederlander. Wat wil je van me, weet je wel? Precies. Dus daarin zit wel, daar zit volgens mij wel iets heel moois om te helen of zo of iets. Ja. Of ik weet niet. Ja. Denk je dat je daar iets aan kan bijdragen? Dat je ergens zoiets hebt van, hier heb ik wel echt een taak in te vervullen? Missie? Nou ja, wel dus steeds meer. Ik merk dat ik ook steeds meer aan het zakken ben in mijn eigen wortels. Omdat ondanks dat ik hier geboren ben, besef ik me wel gewoon van, oké, ik kom hier niet vandaan. En hoe ouder ik word, hoe meer ik me dat besef. Simpel voorbeeld, ik ben echt heel gevoelig voor het weer ook. Ja. En dan besef ik me ook van, maar ik kom hier ook gewoon niet vandaan. Dit land is gewoon echt te koud voor mij. En ik denk dat wij heel erg onderschatten wat dat stukje migratie met een mens doet. Dat je niet opgroeit in een land waar je eigenlijk vandaan komt. Dat je niet opgroeit in een omgeving met de mensen die je kent. Hè? Dus dat je al een familiebasis hebt. Kijk, wat jij zei net, je zegt, ja, ik woon hier, mijn opa woont daar, mijn oma woont daar. Dit is jouw grond, jouw omgeving zit hier. Ja. Ik heb dat nooit zo ervaren. Ik ben opgegroeid in een gezin. Maar verder zaten alle familieleden van mijn moeders kant bijvoorbeeld in Marokko. Dus dan groei je op in een bijna in een isolement. Zonder familieleden, zonder backup. Ja. Dat is een heel andere manier van leven dan wanneer je weet dat er hier en daar verschillende families zijn die bij je horen. Ja. Nou goed, niet eten van de grond waar eigenlijk jouw eten van je voorouders vandaan komen. Dus al dat soort dingen. Het heeft veel meer invloed dan de meeste mensen denken. Dus voor mij
Ik merk dat ik daar nu steeds meer in aan het zakken ben. Steeds meer aan het zakken in mijn eigen wortels. En ik denk dat ik daar nog wel wat werk heb te doen in mijn gemeenschap. Om daar verhalen te delen, perspectieven te delen en die weer vast te leggen en te verspreiden. Voor de Marokkaanse islamitische, Nederlandse Marokkanen en de islamitische gemeenschap. Ja. Denk je wel dat gewoon een hele heelzame, gezonde situatie te creëren valt hier in Nederland voor de Marokkaanse gemeenschap? Of moet dat dan echt aangepast worden of zo? Nou, lijkt het bijna alsof het er niet is. Het is wel, met gefragmenteerd. Mm. Ik bedoel, we leven in ons heelheid. Maar we hebben fragmentjes van onszelf. Maar dit is nu ons heelheid. Weet je, je past je aan je omgeving. Maar eigenlijk wat je zegt, ik weet niet of je dat of off-camera zei, dat op het moment dat ik in Marokko ben, ben ik Nederlands. Op het moment dat ik hier ben, ben ik Marokkaans. Dus het zijn allemaal fragmentjes van jezelf die liggen in verschillende delen van deze wereld. En denk je wel dat dan... Want is in Marokko... heb je daar wel eenheid? Nee, maar Marokko, Marokkaan zijn dus ook niet één ding, lijkt mij. Nee, en ik vraag me ook wel eens af van... Als ik nou wel geboren zou zijn in Marokko, zou ik me dan meer één voelen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Als ik zeg fragmenteer, bedoel ik niet per se op dat je onvolmaakt bent of niet heel bent. Het is meer dat, dat ik dus besef dat ik hier niet vandaan kom. En dat ik dus nog dingen in mijn bloed heb of in mijn manier van denken of mijn manier van zijn. Die toch wel afwijken dan de omgeving waar ik opgegroeid ben. Ja, oké. Okay, yeah. Snap je? Alleen bijvoorbeeld, even een voorbeeld. Ik heb 2 jaar bij Black Box gewerkt. En dan sta ik daar in die studio. En dan ben ik altijd de enige van... Oh, het is echt koud hier. Oh, het is echt koud hier. En dan zitten mensen echt te kijken van... Nou, het valt echt mee. Het valt wel mee. En dat zijn van die hele kleine voorbeelden. Van ja, oké, mijn... Ja, ik ben gewoon iets meer warmte gewend. Ik heb het ook de hele winter koud hier, hoor. Dat is, probeer Wim Hof te doen en zo, om er comfortabel mee te worden, maar het is lastig. Of dan ga ik bijvoorbeeld met mijn vriendinnetje een Marokkaanse ontbijtje doen. En dan heb je echt een grote pot thee met heel veel suiker. En 2 eitjes in heel veel olijfolie. Met een paar van die zwarte olijfjes. Wat kaas, wat avocado. En die zegt van, oh, moet je wel zoveel olijfolie doen. En dat is me niet goed voor je. En echt, als ik dat eet, hè, ik kan dat eten. En dan ben ik de rest van de dag gewoon goed. Als ik dat in de ochtend eet, ben ik echt tegen 4, 5 uur voel ik weer van, kan ik wat eten. En ik merk gewoon hoe dat werkt in mijn lijf. Weet je, wat het met me doet. Het werkt goed. Je loopt gewoon op olijfolie. Ja, en ik van, ja, maar... En die zei ook van, ja, maar Sterre, ik kan me niet voorstellen dat dit zo'n goede uitwerking op jou heeft. Ja, Zij krijgt er constipatie van. Bij mij het tegendeel. Ik was 5 dagen aan het diarree toen ik in Marrakesh was. Echt? Ik liep helemaal door. Al die olie, dat ging... Ik kreeg er heel weinig honger van op een gegeven moment. Want ik zat dus en er waren zoveel lekkere dingen. Al die straattentjes. En ik hou heel erg van broodjes en in elkaar gerolde dingetjes met vlees en zo. Dat vind ik echt geweldig. En ik kreeg het niet weg. Ik was al 4 dagen was ik al gewoon een waterval. En ik zat met dat ding daar en ik neem een hap en ik kreeg het niet door mijn keel. En die maat van mij, die schuift het al naar zich toe. Die zegt, ik eet het al op. En ik zat daar zo te kijken hoe die dat op werd. En ik baalde wel een beetje. Maar ik merkte wel, en dat, ik heb me dat na te vertellen hoor, dat dan inderdaad door onder andere door de hoeveelheid olie die gebruikt wordt, komt. Volgens mij, het kan natuurlijk, het is voor iedereen... Werkt dat anders? Voor mij zorgt het inderdaad ook voor dat dingen goed doorstromen. En ja, ik had ook zoiets van, maar dit komt misschien ook gewoon omdat mijn voorouders dit gewoon altijd aten. Dus dit zit zo in mijn DNA. En ik kan me voorstellen dat dat gewoon genetisch bepaald is, wat je wel en niet werkt en zo. Ja.
Dus veel met de ortomoleculaire mensen aan het praten de laatste tijd. Dat daar gewoon op DNA-niveau bepaalde dingetjes worden ingericht. Zodat grijpertjes, die hebben ook een identiteit. Ja. Het is ook niet... Iedereen probeert een norm te vinden van... Oh, dit is gezond voor iedereen. Het is zelfs tussen mij en mijn moeder zit al een verschil. Dus laat staan mensen die uit een andere familie komen. Hè? Maar daarom is het dus belangrijk om voor jezelf op zoek te gaan naar wat werkt voor jou. Ja, ja, ja. En dat geldt voor eten zo, maar dat geldt voor alles zo. Alles in het leven. Het eten, je overtuigingen. Maar dan is het zeg maar dus jouw identiteit en jouw Marokkaans zijn en zo. Zit hem dan niet meer, zit dat hem niet meer zeg maar in de cultuur, in de gedragingen, dan in waar je zit zeg maar. En ik snap natuurlijk temperatuur en dergelijke, maar laten we zeggen dat de Nederland 20 graden warmer zou zijn. Dat zou wel zo'n groot verschil maken. zou je dan wel thuis voelen hier zeg maar? Of zou je dan wel meer kunnen, hè, dat je dan niet zeg maar hier bent en zegt van oh, ik zou misschien daar moeten zijn. Nou ja, even wel goed om te benadrukken. Ik heb niet gezegd dat ik me niet thuis voel. Ja, ik heb gezegd dat wij onderschatten hoeveel impact dat stukje migratie heeft. Mm-hmm. Het is echt letterlijk alsof je een leeuw uit Afrika haalt en je zet hem op de Noordpool en je zegt veel plezier daar, succes. Die heeft hele andere behoeften aan ander soort eten, ander soort omgeving, ander soort connecties. Dus tuurlijk, die zal misschien wel overleven daar. Die zal zich wel aanpassen. Maar laten we niet onderschatten wat de impact is op zo'n leeuw en omgeving. Omdat hij er eigenlijk niet vandaan komt. Die gaat sowieso de hele dag aan de diarree zitten van al die zeehonden die je moet eten. Dat is ook heel vettig is dat. Sorry. Dus het is echt meer dat... Ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Maar ik probeerde even de juiste woorden bij te vinden. Maar ik kon ze even niet vinden. Maar dat het inderdaad echt in de gedragingen zit, zeg maar. Ja. Het lijkt mij dan, als ik jou zo hoor, dat het echt key is dat als jij gewoon dat doet wat bij jouw lichaam thuis hoort, dat het op zich niet zo heel erg uitmaakt waar je bent, zeg maar. Want het kan ook zo simpel zijn als gewoon de verwarming wat hoger zet. Dat is ook, ja. Maar die heb ik buiten niet. Nee, buiten heb ik geen verwarming. Kon ik de zon daar zo wat hoger of wat lager zetten? Ja, je kan je wel altijd kleden en zo. Ik heb wel... Zeker. Wel, ik ben dat heb ik geleerd van een hele goede Nederlandse vriend. Die zei, Senna, er bestaat niet zoiets als slecht weer. Ja. Alleen slecht aangepaste kleding. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ik heb in Marokko rondgelopen, Marrakesh om 3 uur. Met de leuke missie om een zonnebril te vinden. Nou, ik dacht dat ik doodging. 40 graden, vol die zon op je knaars. Ja, ja. En ik kon zo snel geen schaduw vinden. Ik kreeg bijna een halve zonnesteek totdat ik eindelijk de schaduw in kon duiken. Toen ik thuis kwam bij het hotel, heb ik echt letterlijk met een bak ijs over mijn hoofd en water gezeten van wat is het warm hier, zeg. Ja. Ja, dat is next level intense. Ja, dat is intense. Een andere wereld. Intense. Ja, ja. Ja. Maar ook daar denk ik van, als je dan de juiste gedragingen aanneemt, dan kan je dat gewoon prima doen. Bijvoorbeeld niet naar buiten gaan. Ze lopen niet voor niks met die dingen op hun kop, hè? Ja. Wil lange witte kleding. Mooi. Ik ga er een... Het is al een half uur geleden dat ik zei, we gaan een eind aan breien. Maar, traditiegetrouw verzinnen we hier aan het eind een titel met z'n tweeën. Dus... Vraag me af of er woorden zijn, dingen zijn die jou te binnen schieten, bepaalde, of misschien al een hele titel. Ik heb natuurlijk over bewustzijn gehad. En, ja. Over de roots. En, stukje over media. Over je eigen weg vinden. Ja. Esoterie. Religie. Ja. Ja, het is eigenlijk een beetje van alles, hè. Vind ik in mijn podcast ook altijd wel lastig dat als er zoveel verschillende onderwerpen zijn aangeraakt, om dan één titel eruit te halen. Mens zijn of zo? Ja. Mens zijn. Wel een saaie titel hè, voor YouTube. Want dat is een vak apart, hè? Ja, klinkt goede titels verzinnen. Nou ja, ik doe dus inderdaad dit ook een beetje. Want ik weet, ik heb dus zeg maar 4 jaar lang een marketingopleiding gedaan en zo. Dus ik ben helemaal gedrild en getraind in allerlei disciplines om zoveel mogelijk aandacht te schreeuwen.
En ik had het allemaal overboord gegooid. Ik zeg, ik wil dit niet. Ja. Dus ik probeer het op een andere manier te doen. Met dingen zoals clickbaits, thumbnails die dan helemaal geoptimaliseerd zijn. Onderwerpen die geforceerd relevant zijn. Al dat soort dingen wil ik allemaal niet. Dus daarom ook de titel aan het eind. Het is gewoon iets wat wij verzinnen met z'n tweeën. En dan zo geschieden het, zeg maar. Dat is een beetje... Tenzij je eigenlijk een goede clickbait hebt dan één. Dan ben ik nooit... Durven afwijken van de norm... Durven afwijken van de norm. Ja, dat kan wel. Ja, want dat zat eigenlijk een beetje... Dat zat in, nou ja, in media, in dus kiezen voor jezelf wat je wel of niet doet. Het zat een stukje in religie. Het is eigenlijk durven afwijken van de norm, van of massa, van wat... Afwijken van de norm. Ja. Dat is iets korter. Ja, klopt. Afwijken van de norm. Je moet er gewoon vanuit gaan dat mensen het gewoon durven. Ja. Ik moet niet zo aanstellen. Doe eens afwijken van de norm. Ja. Nou, is goed. Leuk. Ja, dan wordt hem afwijken van de norm. Afwijken van de norm. Okay. Dan is dit poppenkast nummer 169 met Sanna Orci. Afwijken van de norm. Dankjewel. Jij bedankt. Sta je dan, zonder doel, zonder ziel. Ene hand je spullen, de andere je piel. Te kijken, hoe het staat te bezwijken. Samenleving, maatschappij, politiek. In paniek, je ideologie. Haaks op de techniek. Klagen over de toekomst, over wat je toekomt. Met een telefoon, gemaakt van crypto. Night after night, geplakt aan een scherm. Doomscrolling, gedoemd om te scrollen. Komen tot de kern? Nee. Dan maar weer een oorlog tussen Joden en Hamas. Hey. Eindelijk weer wat tijd op de doden op de play. Oké, even kijken. Valt er nog wat te liken? Billenborstenvullers, festivalkillers. Ben je in een gehucht? Kijk dit eens in de lucht. Zie je dan parafighters, cloudgliders, freedomkiters, vliegende uitsmijters. Beer to board, eye in the sky, ecologisch ei op je kop. En loop voorop. Ja? Ben jij iets te soeverein gegaan en staat de deurwaarder aan je huis te kloppen? Jurist aan huis. Is de aarde plat en heb je geschillen met je waterpasleveranciers? Jurist aan huis. Of heb je iets te lang bij een pro-Palestina-protest met een sjaal omgelopen en wil Hamas nu je huis niet uit? Jurist aan huis. Neem deze week nog contact op via de website en geniet van een mooie korting. Klik op de link onder in de beschrijving en regel je eigen jurist aan huis.